Een heel goedemorgen allemaal. Welkom op alweer een webinar op zondag. We maken er een zaak van om jullie zoveel mogelijk webinars aan te bieden in deze COVID-tijden. COVID-tijden die toch speciale tijden zijn, maar die ook kansen scheppen. Kansen scheppen om van thuis uit toch op een of andere manier misschien bij te scholen. We proberen het aanbod zo divers mogelijk te houden. Zo hadden we over het laatst zelfs de mentale aspecten in het volleybal. Maar vandaag gaan we in op een van onze toppers in het Belgisch volleybal, met name Freya Aalbrecht. Freya, die, zoals jullie wel weten, altijd is gekend geweest als een van de meest energieke Yellow Tigers. En die ondertussen ook al een heel mooi internationaal parcours heeft afgelegd. Zij gaat jullie vandaag wat meenemen in het verhaal van de middenaanval. Ik weet al in het verleden dat er regelmatig vragen waren: goh, is het nu niet mogelijk om eens een techniek te beschrijven? Wel, en vandaag gaan we daar graag op in. Freya zal jullie meenemen in het verhaal van wat is nu eigenlijk een middenaanvalster vanuit haar eigen visie. En ze zal ook de verschillende technieken duiden aan de hand van niet alleen korte theoretische toelichting, maar ook heel wat praktische voorbeelden. En voor ik het woord geef aan onze spreker, nog even kort, dus het klassieke verhaal door jullie gekend. Alles wordt gratis ter beschikking gesteld en met veel plezier. Dat wil zeggen, Freya heeft toestemming gegeven om deze webinar op te nemen en ook om de slides achteraf ter beschikking te stellen in het naverwerkingsdocument. Dit naverwerkingsdocument zal ook een deel van de vragen behandelen. Want we werken ook nu met twee vragenrondes. Eentje in de helft van de sessie en eentje op het einde. En ik ben blij al te zien dat de eerste vraag al binnen is, nog voordat Freya het eerste woord heeft gezegd. Dit gezegd zijnde, laat ik met heel veel plezier het woord aan Freya. Goed, goedemorgen allemaal. Ik ben dus Freya Aalbrecht. Ja, bedankt om naar mij te willen luisteren. Het is de eerste keer dat ik dit doe en ik ben echt wel blij voor deze kans. Ik vind het ook wel heel spannend natuurlijk, maar ik heb er heel veel zin in, dus ik hoop jullie ook. Ik ga proberen om een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen van hoe het is als middenspeelster. Met vooral voornamelijk de focus op de aanval. Dus blokken laat ik achterwege. En ja, ik ga jullie ook een beetje meenemen in mijn verhaal. Hoe het begon, welk parcours ik heb afgelegd, hoe ik naar het buitenland ben kunnen gaan. Ik speel nu mijn 9e jaar als profspeelster. Dus ik heb toch al wel een mooie rugzak met ervaring als middenaanvaller. Alright, here we go. Dus dit gaat een beetje de inhoud van mijn webinar zijn. Eerst over mezelf. Dan een stukje over ja, wat is nu het doel en het nut van de middenaanval. Vervolgens een deeltje van de algemene techniek. Wat niet enkel zozeer specifiek over het midden gaat, maar nog een kleine opfrissing is van de aanvaltechniek. Vervolgens, over de specifieke techniek, heb ik gekozen voor 4 aanvallen. De steek, de kort voor, kort achter en de fly. Ook al zijn er nog 2 of 3 meer aanvalstechnieken die er wordt gelopen op hoog niveau, voornamelijk bij dames dan. Maar ik hou het kort, iets met de 4 technieken dan gewoon, die wel het meest voorkomen. Vervolgens een klein deeltje, een paar toppers aan het werk, waarvan ik denk dat jullie deze echt wel moeten in het oog houden om te zien hoe het is om als op hoog niveau echt ja, als middenspeelsters te spelen. En dan eindig ik met gemengde oefenvormen die ik door heel mijn carrière eigenlijk wel gedaan heb, maar voornamelijk de laatste jaren en voornamelijk met Italiaanse coaches om met hem samen te werken. Ik heb het geluk dat ik dit jaar kan samen trainen, spelen, werken met Davide Mazzanti, de bondscoach van het nationaal team van Italië. Ook als clubcoach ja,
enorm succesvol eigenlijk, zelfs nu met ons tegenwoordig. En dan, ja, door met hem samen te werken, een nieuwe kijk te krijgen op het volleybal. Ik ben zelf ook bezig aan mijn trainersopleiding. Ik heb mijn instructeur B gehaald. Dus ik denk dat het ook wel een mooie kans was om zowel als trainster in opleiding en als speelster mijn visie met jullie te delen. Alright. Goed, wie ben ik? Ik vond het heel leuk om deze foto's te zoeken. Het was een beetje een trip down memory lane. Ik ben beginnen volleybal op mijn 12e. Is een ja, vrij late leeftijd. Maar er kwam toevallig een volleybalclub in Zoetendaal, WC Zoetendaal. Dus wij zijn met een bende jongens, meisjes ja, beginnen volleyballen. Nooit gedacht, nooit gehoopt dat ik het zou brengen tot ja, op topniveau. Toen ik begon, speelde ik ook met een goofy aanloop. Dus als rechtshandige liep ik rechts, links, rechts. Maar dat hebben ze er wel vrij snel uitgekregen, gelukkig. En dan ben ik vervolgens naar Kula Rims gegaan. Daar heb ik 3 seizoenen gespeeld. Als in de 4e provinciaal, 2e provinciaal en de 1e divisie. Het was dan ook in de 4e provinciaal dat ik in het midden werd geplaatst. Omdat, ja, waarom? Ik was groot, ik was fysiek sterk. Ik heb een goede sprongkracht en ja, ze hadden een middenman nodig. Dus het is eigenlijk ook wel een beetje mijn geluk geweest dat er in mijn generatie vrij weinig middenmannen waren. Dus ik werd daar overal maar ergens in geplaatst. En door daar zo in te rollen en verder in te rollen, heb ik ook wel carrière kunnen maken. Want het was ook het geval toen ik met de nationale jeugd en juniors, mijn oude generatie, mocht meespelen, omdat er gewoon geen middenmannen waren. Dus ja, er is echt wel altijd een grote drop-out van middenmannen als je speelsters te vroeg op een vaste, fixe positie zet. En zeker als het de middenaanval is. Want op jonge leeftijd ben je technisch en ook fysiek, nog niet zo sterk om tot uw recht te komen in het spel en betrokken te worden in het spel. Dan heb ik ook de kans gekregen om ja, het in de Vlaamse en de nationale selectie te maken. En dan ben ik daar altijd eigenlijk in blijven spelen. En door heel veel speelkansen te krijgen, hard te trainen, enorm hard te werken, want ik moest technisch veel sterker worden, ben ik altijd wel ja, erin kunnen blijven staan. En ja, ben ik nu waar ik nu ben en ben ik ook de speelster die ik nu ben. En dan na mijn jaar in Kula Rims, na mijn 1e divisie, heb ik mijn 1e jaar in Liga A in België gespeeld. Toen Eredivisie, Eerklasse denk ik, dat de naam was, bij Dato Fok Tongeren. Ja, we hadden een mooie mix van 3 jonge speelsters en dan een paar oudere, ervaren speelsters. En ja, de eerste wedstrijd die we speelden was tegen Astrid Skuldrecht voor de Supercup. En we winnen met 3-2. Ongelooflijk onverwacht, maar een heel mooie overwinning. En ik denk dat dat de eerste wedstrijd ook was waar ik voelde van ja, oké. Ik denk dat ik hier in België wel hopelijk mee kan draaien aan de top. Na een heel leerrijk jaar weer in Dato Fok Tongeren. Ik kreeg dan de aanbieding om naar Asterix Kielrecht te gaan, waar ik dan 4 jaar ja, echt dat project van 20 uur volleybal met dan een combinatie met mijn studie, bachelor LO aan de KU Leuven, heb ik dan ook afgewerkt. En na in België, in Asterix Kielrecht, met het team en individueel ook wel alle prijzen te winnen. Ook een Challenge Cup hadden we dan, zilveren medaille, dus Europees. Ja, begonnen wij echt wel wat door te breken en wel een heel mooi ploegje. Jong, talentvol, mooie generatie. Ben ik dan mijn stap gezet naar het buitenland. En dat was naar Racing Club Cannes in Frankrijk, waar ik een contract had gekregen voor 2 jaar. Dus dat was een heel, ja, Frankrijk is nog niet het topniveau, maar het was wel veel sterker dan België en Cannes was wel een topclub in Frankrijk, die ook Champions League speelde. Dus ja, ik kreeg mijn eerste jaar enorm veel kansen in de Franse competitie. En in de Champions League mocht ik alles invallen. Na dat eerste jaar hebben wij die enorme
mooie zomer met de Yellow Tigers, waar wij zilver halen in de Euroleague. En dan ja, onze mooie bronzen medaille, wat nog altijd, ik denk, een van de mooiste ja, herinneringen is van mijn volleybalcarrière. Dus dat was een prachtig moment, waar we ons eigenlijk onszelf ook verrassen. En de Europese volleybalwereld ook. Vervolgens blijf ik mijn seizoen in Cannes, waar ik nog meer speelkansen krijg. En omdat ook een oudere minnespeelster met een blessure uitviel, kreeg ik ook veel meer kansen en eigenlijk wel alles om de Champions League te mogen spelen. Waar wij net niet in de Final Four zijn geraakt, maar het was, ja, gewoon weer een jaar genieten. Ondertussen hadden wij ons ook gekwalificeerd met de Yellow Tigers voor het wereldkampioenschap. Dat dan in 2014 zou doorgaan. Na mijn jaar in Cannes kreeg ik dan de kans om naar Italië te gaan. Naar Busto Arsizio, de topclub in Italië. Dan vlak voor het WK scheur ik mijn voorste kruisband. Dat was echt wel een domper. Dus ik heb het WK gemist. Ik heb ook mijn eerste helft van het seizoen in een Italiaanse competitie gemist. Maar na 3-4 maanden intens revalideren stond ik er weer. En ik ben alleen maar beter geworden, denk ik. Fysiek beter in balans. Technisch ook wel heeft mij dat goed gedaan. Mijn lichaam kon uitrusten, maar ook opbouwen en klaar zijn voor mijn verdere toekomst. Daarna mijn seizoen in Busto heb ik nog 3 jaar in Italië gespeeld. Bergamo, waarmee ik de beker van Italië heb gewonnen. Monza, Pesaro. Na Pesaro, wat eigenlijk voor mij persoonlijk mijn beste seizoen was, ben ik naar Japan kunnen gaan. Wat een heel mooie ervaring was. Dan van Japan naar Istanbul. En van Istanbul zit ik hier nu in Perugia. Terug in Italië. En ja, heb ik toch al een heel mooie Giro d'Italia. En een kleine ervaring. Al 10 jaar profervaring in het buitenland. Dus wat ik dan ook wil zeker meegeven, waarover ik nu ga vertellen, dat is mijn visie. Het zijn, ja, mijn ervaringen die ik heb opgedaan in deze 10 jaar. Het is daarom niet zwart-wit wat ik zeg dat het zo is. Of het is heel afhankelijk van de mensen met wie je samenwerkt en de trainers die je tegenkomt. Ik heb altijd echt wel geluk gehad om het meeste van mijn carrière met heel goede trainers samen te werken. Zowel in België als zeker nu. En dus ja... Goed, dan gaan we er eigenlijk ergens aan beginnen, natuurlijk. Dus, zoals je daar ziet, want to stand out at tryouts, call the ball out, tell others good job and run everywhere. Ja, dat is dus 80% job van een middenaanval. Nee, dat is niet waar, maar het hoort er wel bij. Doel en nut, ik heb gevraagd aan ex- en medespelers, setters en middenaanvallers, wat zij als... zien als nut van een middenaanval, waarom zij weer. En dit zijn de woorden die hier geschreven staan, die er toch wel uit kwamen. Maar eerst wil ik toch nog even, ja, zeggen dat voor mij de middenaanval is een hele vreemde, speciale positie. Het is de positie waar je het vaak springt, maar het minst de bal gaat aanraken. Je bent in een dienende rol. Je gaat nooit de kopman zijn. Goed, er zal een matje zijn waar je 15 punten, 20 punten maakt. Dat kan allemaal. Maar ja, je hebt de wedstrijd helemaal niet in handen. Dat ligt aan de receptielijn en vooral aan de spelverdeler natuurlijk. Bijvoorbeeld ook een coach kan zeggen, oké, met libero, we schuiven receptie. Of van, libero, wissel van defense positie. Dus je kunt wel zorgen dat een libero soms eens wat meer bal aanraakt. Maar ja, als een middenman staat er soms effectief voor spek en bonen bij. Dat zijn dingen die je wel moet leren aanvaarden. En gewoon rustig bij blijven. Want dat is helaas het spel zo. Maar ik vind het ook wel het mooie in het spel. Ik ben heel graag middenman, echt wel. Dus ja... wat ik wel belangrijk vind, is dat je dan van jongs af aan, ook in de jonge reeksen, bij jeugdreeksen, je middenman blijft betrekken in trainingen, in spelvormen.
in wedstrijden. Wat ik nog altijd heel goed herinner en enorm al apprecieerde, was toen ik in 2009 het EK speelde met, ik was 19 jaar jonkie, met Frauke Dirks aan de pas. En telkens als ik sprong, kort voorbeeld, en zij kon spelen naar 4 of 2 een open bal, met 1 blok onze hoeken scoorde, zij kwam direct naar mij toe en zei, Vrij, dat is echt uw punt. Dat zijn dingen, ja, dat doet enorm veel voor een jonge middenman. Je ziet dat nu op de statistieken, achteraf. Of bijvoorbeeld een wedstrijd, je krijgt 4 passen, je scoort er 3, dat is een mooie 50%. Maar ja, uiteindelijk, het blok blijft bij u. Maar ja, uw hoekmannen zitten aan 15 punten of zo. Maar ook wel omdat jij ervoor hebt gezorgd dat er maar 1 blok was. Dat zijn zo kleine dingen die een middenman het leven echt beter kan maken. En die zo wat waardering geeft. En, want bijvoorbeeld, het kan ook een negatief voorbeeld van hier nu dit jaar in de club. We spelen als opwarming een spelletje onderhands, Baggerone. We zijn met 3 middenmannen en we moeten ons verdelen. Dus ik sta met onze Hollandse middenman in het veld. En dan met nog een paar anderen, waarvan 1 receptiehoek zegt... Allee, 2 middenmannen, ja, dan verliezen wij al. Hè. En zij meent dat echt. Dus er is zo'n idee van middenmannen dat precies geen volwaardige speelsters zijn. Wat heel raar is, want ja, vroeger, toen er geen libero's waren, moesten zij alles kunnen. En bleef zij in het veld staan en die gluurde de meterlijn aan. Die pakte de bal en in de receptie en defense. Dus er zijn effectief speelsters die denken, een middenman is geen volwaardige speler. Goed, ik heb dat nooit zo ervaren, dit was echt de eerste keer. Maar ik denk dat het belangrijk is als trainers bij jongere middenmannen die net op die positie komen, om hen er altijd in betrokken te houden. En dan om terug naar de woordjes te gaan die ik hier heb verzameld. Ja, een middenman is eigenlijk... De middenaanval na de tweede hand van de setter is eigenlijk de snelste aanval om te spelen. Ook het hoogste scoringspercentage. Natuurlijk dan een nadeel. Je bent heel receptiegevoelig. Als de bal uit het net komt, ja, een kort voor of een kort achter wordt al moeilijk. Het is heel belangrijk, dit woord kwam heel vaak terug, geloofwaardig. Dat je als middenman ja, geloofwaardig bent en dat je vol een bak blijft gaan in aanval. Zodat de blokkers ook gewoon bij je blijven. Want dat is dan de basis om te creëren voor een setter, om aanvalscombinaties te kunnen maken. Wat ook heel belangrijk is, de feeling met de spelverdeler. Als uw spelverdeler het niet voelt, als ze u niet ziet hangen. En als, ja, je kunt een seizoen hebben dat het tussen u en de spelverdeler echt niet klikt. En puur baltechnisch dan. En dat is dan heel jammer, want voor velen... spelverdelers, is dat eigenlijk een beetje de essentie van het spel om hun spel te kunnen maken. Een voorbeeld van de receptie gevoelig, ja, je hangt ook zeker op hoog niveau heel fel vast aan je 3-meterlijn als dat veel wordt betrokken in het spel. Bijvoorbeeld, mijn setter spreekt voor mij een kort voor. B, of Uno, ja, hier in Italië Uno. En dan met de 6 in plaats van Pi te spelen. Een pew, dus dat is iets verder over de 6 positie dan. Op het moment dat bijvoorbeeld de receptie uit het net komt en ik kan geen kort voor meer gaan, dus ik roep steek tegen. Maar ja, dan zit je al meer in de bloklijn van je 3-meterlijn aanval. Moet die dan ook veranderen? Ja of nee? Maar het blok vormt zich al. Dus dat is een hele combinatie. Dat kan soms echt wel voor wat stress zorgen, maar ik vind het eigenlijk een enorm mooie positie. Ik vind het heel interessant. Het is een positie, ja, wij moeten veel spelinzicht hebben. Ja, ook wel een goede motoriek. En ja, ik doe het enorm graag. Dus ja. Nu een beetje over de eerste algemene techniek van de middenaanval. Kan ook gewoon als aanval gezien worden. Het is een beetje de invalshoek vooral van mij en David Mazzanti, omdat we daar veel over hebben samengezeten. In eerste instantie de aanloop heb ik dan verdeeld, want de aanloop ja, is voetenwerk en armen plus romp. Eerst een beetje over de
het voetenwerk en daarna de arm en de romp. Ook, ja, dus de eerste tempo, dat de middenaanval is de snelste aanval. Hier, dit seizoen, spreken wij over milliseconden. Ik weet, in België spraken wij, of misschien wordt dat nog gedaan, over beeldjes. Mijn jaar in het buitenland is dat er nooit meer buiten gekomen, naar boven gekomen, maar dus dit jaar hebben we het over milliseconden. En de uno, dus de kort voor, de steek, eigenlijk al die middenaanvallen zitten onder de 400 milliseconden. En eigenlijk, dat geldt ook voor de mannen, die zitten rond de 320 milliseconden. Mijn aanval gaat je zien, want ik heb daar straks beeldjes van, zit rond de 380 milliseconden. Ja, dat is eigenlijk een optimale situatie natuurlijk. En dat is niet heel veel verschil. En dat is gewoon altijd heel belangrijk, ja, de anticipo, het anticiperen als middenaanval en een superreactieve sprong. Dus wat ik ook nog wil meegeven, en dat gaat straks in de oefenvorm ook nog komen, maar ik wil het nu al even zeggen. Bij de techniek, het hoofd van een middenman, is het beste dat het zo stil mogelijk blijft. Zo stil mogelijk. Er zijn heel veel middenmannen, als de bal overkomt, die zo gaan schudden en kijken. Je verliest alleen maar tijd natuurlijk. Dus het beste is heel sereen. Bal, oog op de setter, schouders naar de setter. De bal voelen en zo uw aanval inzetten. Oké, dus de aanloop, symmetrisch of asymmetrisch, kunt je een maximale snelheid gaan, een glijdend of een springende afstoot. Dat leg ik in de volgende dia's ook uit, een brede of een smalle afstoot. Want de glijdende en de springende afstoot, dan heb ik het echt over de van de links, rechts, links, van links tot rechts. Is dat glijdend of is dat met een hupje? En dan de brede of smalle afstoot gaat dan echt over de laatste, tweede, rechts, links. Zet je voeten verder uit elkaar of iets korter. Circulair of schommel gaat over de armbeweging. Goed, dus het voetenwerk over de glijbeweging tussen links en rechts. En dan de sprong met zo'n hupje. De kracht die je echte jumpers die doen, bijvoorbeeld zoals je op de foto daar ziet, dat is Egonu. Eigenlijk een van op dit moment de beste opposites, ook fysiek sterkste speelsters vrouwen in de vrouwenleague. En als zij haar links zet en dan gaat zij haar rechts zetten, dat is, ze doet zo'n hupje, dus dat is niet een glijdende beweging, maar ze doet al een hupje om dan elastische energie meer vrij te krijgen en een hele mooie verticale sprong te kunnen doen. Dus zij probeert zoveel mogelijk uit die voorsprong al te halen. Dat is iets, zij heeft daar niet op getraind. Dat is in haar fysiek zo. Echte grote springers, die hebben dat ook. Gisteren speelden wij tegen Il Bisonte en daar de diagonaal. Ook een zwarte, die had dat ook. Dus die zette links. Hup. En zij gingen die afstoot doen. En ja, om snelheid te creëren, kracht te creëren. En zo gaat het helemaal omhoog. Zoals daar dan ook staat, dat is, ja, dat is echt iets dat komt vanuit de heup, het been. En dan heb je zo een schroef-effect, noemen ze dat hier. Dus dan je komt samen en je kunt je helemaal uitstrekken in je verticaliteit naar boven. Terwijl bij de glijdende sprong, dat is voor, ja, dat zijn ook de jeugd eigenlijk die dat vooral doen, omdat ze nog niet zo krachtig zijn, of nog niet die snelheid hebben, fysiek nog niet op hun top zijn. Dus je gaat een tragere actie, je zwaartepunt wordt verlaagd en dan gaat je vooral uit je quadriceps werken. Dat is ook iets dat ik altijd eigenlijk heb gedaan. Ik ben echt iemand die vanuit mijn quadriceps werkt. En als middenman is het wel handig dat je ook een heel snelle reactieve sprong krijgt, waarbij je met je kuiten kunt werken, maar dat heeft ook echt puur met de spiervezels te maken.
Ik was altijd een vrij zware middenman, dus iets log, heel sterk, veel spiermassa, maar trager. En dus ik bijvoorbeeld, ik moet niet in een powerzaal met superveel gewicht werken. Ik moet minder gewicht, heel explosief en daarna altijd direct extra sprongen doen, want aan kracht heb ik genoeg. En middenman, ja, als fysiek het beste is, ja, zo licht als een veertje natuurlijk, snel bewegen. Dat is iets wat ik enorm heb moeten leren. Vroeger, ja, ik was echt een olifant in een porseleinenwinkel, hè, hoe moet ik het zeggen? Dus dat was altijd wel met heel veel beweging. Maar het is echt wel verbeterd. Dan het volgende over het laatste stukje van de afstoot dan. Dus dat is dan, hè, je hebt links gezet, rechts links, voor rechtshandigen heb ik het dan. En die laatste gaat je die kort bij elkaar zetten. Dan heb je veel minder stabiliteit. Maar je zit wel veel sneller en je kunt weer alles halen uit die elastische energie om naar boven te gaan. Of gaat je ze meer uit elkaar zetten? Meer stabiliteit, je zit trager. En daar staat ook bij, je blokkeert een beetje de rotatiebeweging, wat wel goed is. Want als je dat schroefeffect hebt en je voeten staan kort bij elkaar, ja, je vliegt in de lucht, maar je gaat ook gewoon beginnen roteren. En als je afstootvoeten verder bij elkaar zijn, gaat je veel meer stabiliteit hebben. En gaat je ook in de lucht stabieler hangen. Maar ja, dan heb je natuurlijk niet die schoen in uw afstoot. Dit is voor het voetenwerk eigenlijk van voor middens. Je ziet daar vier speelsters staan. Dat zijn vier Italiaanse middenmannen. Daar staat dan de zwarte lijn, het begin van de versnelling. Dus stel je voor, ze staan op een linkervoet. Het zijn allemaal rechtshandigen. En dan zij zetten na 110 milliseconden, beginnen zij met hun armen. De versnelling van de armen die komt. En vervolgens, van het moment dat zij dan hun rechts-links zetten en in de lucht vliegen voordat ze in de vliegfase komen. Je hebt daar de eerste, Skirikel nummer 10, dus die zit dan 110 milliseconden. Uiteindelijk, het groen is het moment dat ze de bal raakt. 370 milliseconden voor een kort voor, hè, is dat dan allemaal de gewone aanval om aan te leren. Zij zit daar op een 370 milliseconden, maar die beweging, dus na de versnelling van de armen, dus daarna de afstoot, is een 200 milliseconden. En dan kijk je naar de tweede, is Raphaël Folie. Folie is de meest fysieke speelster, enorme jumper. Zij is ook iemand die bijvoorbeeld dat hupje doet, alvorens de lucht in te gaan. Dus links, rechts en boom. Dat is echt de beste springer gewoon. En zij begint iets een tikkeltje later met haar armen, maar dat haalt zij zo in met haar armen en met die mee sprongafstoot, dat zij op 330 milliseconden, dat is echt het niveau van top mannen volleybal, middenmannen, de bal slaat. Dus dat is enorm, enorm snel, hè. En dan die andere, ze zitten allemaal rond de 300 milliseconden. De laatste is 400 milliseconden van Faar. Dat is eigenlijk het jongste Italiaans volleybaltalent, speels van Cogliano, die nu aan het opkomen is. Dus daar gaan we zeker nog heel veel van horen. Dus qua snelheid zitten wij rond de pak 350 milliseconden. En daar gaan wij altijd naar blijven toewerken. Over de armen en de romp. Ik heb er een foto van de mannen van Perugia met daar een rode lijn. Dus je ziet gewoon, hij is linkshandig, dus dat is dan zijn linkervoet. Bij ons rechtshandigen is dat dan de rechterhiel, hè, die staat. Zijn armen heel mooi naar achter en dan
de versnelling die hij maakt om dan die armen in de lucht te brengen, waardoor je dan van het moment dat je je armen in de lucht brengt, je gaat omhoog springen en op het einde heb je de boltfase, dat noemen ze hier de Usain Boltfase in Italië, omdat je dan echt heel je wapening hebt openhangt en ja, de bal gaat aanvallen. En zoals daar ook staat onder het eerste prentje van versnel, wij moeten echt altijd, wat belangrijk is voor middenmannen, dat de laatste twee passen enorm reactief zijn, dat je daar je snelheid uit haalt, super explosief, om dan en echt omhoog te springen. Nu, het volgende, ga ik een filmpje laten zien van Veljkovic, een Servische middenman. Voor de kort voor, zij heeft een iets trager aanloop, omdat ze ook heel groot is, maar haar aanloop is enorm mooi en echt uit het boekje om naar te kijken. Haar bal is ook iets traaier, maar het gaat daarom niet over de bal die ze gaat spelen. Het gaat vooral over haar... Dus dat is een beetje een vertraging, het filmpje is een vertraging. Je ziet daar hoe zij hier ook klaar staat, schouders naar voren. Zij staat hier al op links. Haar verplaatsing is naar voren, zij leunt naar voren, haar romp is ook op één verticale lijn. Op rechterhiel, die armbeweging in de lucht, mooi. Om nu, op het moment dat zij dan haar links zet, naar beneden armen om haar romp te rechten. Dus je ziet, die armen zorgen ervoor, omdat die zo naar beneden zijn, dat haar romp recht kan. En dat ze dan heel verticaal de lucht in kan. Want dat is ook iets wat zie. En dan volledige opening. En ja, heel mooie aanval vind ik dit. Want inderdaad, wat ook belangrijk is voor middenmannen, in het algemeen voor aanvallers, dat er zijn een paar middenmannen. De middenman van, ik wijs hier de hele tijd naar daar, omdat de mannen van Perugia daar aan het trainen zijn. De middenman van Perugia, Ricci, is iemand die valt aan met zijn borst ingehouden. Maar zo gaat je altijd een verticaliteit verliezen. Dus het is heel belangrijk openen, armen naar achter, en zodat je echt mooi altijd je hoogte en je sprongkracht aanhoudt en niks van hoogte verliest. Dit circulair of schommel gaat echt over de armen. Dit is iets waar Davide Mazzanti enorm mee bezig was, is. Voornamelijk over middenmannen. Hij heeft het zelf ook nog maar eens zo samengezet en bekeken. Maar ik mocht het wel gebruiken in mijn presentatie. Dus circulair betekent zo met je armen zwaaien. Want er zijn echt nog veel speelsters die dit doen. De schommelbeweging is echt gewoon de swing. Dus achter, voor. Flexie, buiging, extensie en strekking. En dan gaat je zo de verschillende hebben van je hebt een schommelbeweging, volledig in extensie, dus Veljkovic. Of de circulaire beweging in flexie, dat is dan die Ricci dan ook met zijn borst naar voren is. En dan heb je daar de voor- en nadelen. Heeft natuurlijk ook echt wel te maken met de persoonlijke fysiek van de speelster. Zoals je ziet, een schommelbeweging gaat altijd veel meer tijd kosten dan de snelle circulaire beweging. De inspanning van een schommel, natuurlijk veel groot, want je moet heel die afstand doen. Het gaat ook langer duren, want circulair, kort en krachtig eigenlijk. Dus je denkt, kort en krachtig, ik ga meer tijd hebben. Maar je gaat enorm verliezen aan je romp, je verticaliteit.
Dus ja, het is een beetje snelheid ten opzichte van hoogte. Tegen Velkovic, ja, daar kun je een driebob tegen zetten. Maar ja, die gaat al over je blok knallen. Ook natuurlijk, als je zo snel bent en met je armen zo snel, zie je later ook voor een setter, om dan de bal te spelen, is enorm moeilijk, want ze hebben geen richtpunt meer. Dus het is een beetje voor- en nadelen, afwegen wat kan, wat niet kan, wat ook werkt voor de midden zelf. Want wat ik ook enorm leuk vind en waardeer aan Van Zanti, hij zegt, ja kijk Freya, ik ben nu, ja, die is 15 jaar topcoach, maar ik heb nooit de beweging gedaan. Zeker niet als midden en zeker niet die vier specifieke aanvallen. Dus ja, ik kan u corrigeren. Technisch, oké. Okay, tactisch, oké. Okay. Fysiek, jij zei het zo. Maar jij voelt het beste. Dus dat is ook altijd wel leuk. Ja, het is ook wel zo. Ik denk dat er ook heel veel trainers onder jullie zijn die nooit bijvoorbeeld een fly gelopen hebben. Dus daarmee hoop ik ook dat ik jullie kan helpen om jullie een idee te geven van hoe het is. Oké, okay, dit was echt even er langs, maar oké. Okay, yeah. Goed, over die elleboog, daar is heel veel rond te doen eigenlijk altijd. Ik weet dat ze in België zeggen, middenmannen elleboog hoog, receptie ook elleboog laag. Oké, okay, dat is misschien kort door de bocht, maar dat is wel zo het idee dat ik daarvan heb. Op mijn 10 jaar nu hier buitenland te spelen, er is nog nooit iemand die iets van mijn elleboog heeft gezegd. Nu, ja... Het voordeel is van een hoge elleboog, ja, die is veel hoger, dus je hebt een hogere reach, dus je kunt de bal ook hoger inslaan. De setter kan de bal sneller aanspelen, een snellere steekbal geven. Als je elleboog laag is, ja, je gaat de bal veel lager kunnen inslaan. En dan wordt het spel vertraagd omdat de setter een meer loopy bal moet spelen. Een hoge elleboog, wat enorm nadelig is, is gewoon uiteindelijk, zeker voor middenmannen, door altijd zo gewapend te staan en de bal zo te moeten inslaan, je hebt enorm veel druk en stress op je schouder. Dus dat is enorm, ja, een heel onnatuurlijke beweging. Er zijn veel middenmannen die echt het voorbeeld waren van hoge elleboog, Valentina Arrighetti, Italiaanse middenman. Ja, die schouder is echt gewoon ja, naar de zak, of moet ik het zeggen. Omwille van zoveel stress op haar schouder, omdat het elleboog altijd maar hoog was. Dus uiteindelijk, dat houd je niet lang vol. Je zijt sneller, je hebt veel meer hoogte. Ja, dus het is een beetje afwegen. Over de slag zelf, eigenlijk als u aanloop, voetenwerk en uw armen, uw romp, als die beweging daarin zit, ja, uw slag die volgt. Zeker in een middenman, omdat dat met zoveel snelheid gebeurt. Dus ja, die arm die volgt wel. Heel belangrijk wel altijd een versnelde hand, want natuurlijk, als uw beweging snel is, maar dan kom je met een trage hand, ja. Dan haalt je ook een beetje het doel weg van de snelheid van de eerste tempo. Dus dat moet allemaal in een flow blijven gaan. En dan ook natuurlijk die polsslag. Maar ja, dat is voor iedere aanvaller van het begin dat ze dat leren natuurlijk. Heel belangrijk, die polsslag. En voor middenmannen natuurlijk nog meer. Ik denk dat dat voor mij was echt wel mijn grootste werkpunt. Echt als middenman. Gert van den Broek die heeft daar echt heel hard op gewerkt bij mij. Op die polsslag, die polsslag, die polsslag. Ik kon het woord niet meer horen, maar het is wel belangrijk. En het is wel een extra iets als middenman. Als je komt kort voor en je kunt die bal mooi afslaan in een intra of een extra rotatie. En voor aanvalsrichtingen, komt straks ook nog wel bij oefenvormen. Heel belangrijk dat je gewoon altijd je slag kunt afmaken in verschillende zones. Diepe bal slaan,
korte bal slaan. Ja, bijvoorbeeld er zijn wedstrijden, gisteren tegen Il Bisonte. Op voorhand zegt Davide, oké, kijk, middenmannen, heel belangrijk dat jullie vandaag diep de bal slaan. De regels zijn kort, dus gewoon diep. Wat voor mij ook was, toen ik het nationaal team heel veel fly kwam, Gert zei altijd van oké, als jij je fly kunt slaan diep tussen 6 en 5, dan kun je alle richtingen aan. En als je die bal hebt, dan of je legt hem daar gescoord, want dat is een heel moeilijke bal qua blok, qua defense. Of ja, als je zo voelt, dan heb je alle mogelijkheden om nog weg te geraken. Waar bij ons op wordt gewerkt, de slagbeweging, de muis van de hand. Muis, juist. Of je dan in een intra werkt of in een extra. Ik weet, de coach van Vakifbangen van het Nationaal Team Turkije, Guidetti, hij zegt altijd, sla de bal op 2 uur. Sla de bal op 12 uur, op 11 uur. En zo leert hij de verschillende, dus de bal als een klok zien, het uur, en dan op die tijden slaan. Op 10, op 11, op 12, op 1. Maar altijd werken met de muis van de hand. Zelfs ook de duim, maar het belangrijkste stuk, dat dit de richting mee aangeeft. Over de bal, lang, links, rechts, en dat die polsbeweging mooi meekomt. Alright, nu iets specifieker dus. Ik heb dan gekozen voor de steek of de shoot in België, de A is dat ook. Hier in Italië en ook meer internationaler altijd sette. De kort voor of de B, hier de uno. Kort achter C, due. De fly, de fast of een loopje. Het loopje is echt wel op zijn Hollands, denk ik. Dus moest ik het hebben, als ik mij verspreek en ik zeg een sette, uno, due, dan weten jullie ook wel wat is. Daarna ook nog even over de middenaanval, inside-out of transitie. Want dat is ook wel vrij specifiek en is ook wel heel anders eigenlijk. Niet zo heel gemakkelijk, dus dat is ook een iets wat veel en op verschillende momenten getraind moet worden. Dus oké, de steek. Dus zo wordt dat meestal uitgebeeld. Ik denk dat ook nog zo in België is. Goed, wat is mijn eigen ervaring met de steek? Ik heb dat nooit zelf veel gelopen. Ik ben ook voornamelijk de middenman die altijd op de M6 heeft gespeeld. Dus kort bij de setten, waardoor ik maar 1 rotatie met 3 aanvallers sta. Maar nu, sinds november, speel ik op de M3. Dus dan speel ik op 2 rotaties met 3 aanvallers. Maar bijvoorbeeld, ik heb maar 1 seizoen gehad in Pesaro, dat ik enorm veel setten kwam, in rotatie 5 dan, en voornamelijk in side-out. En eigenlijk, ik doe dat wel heel graag. Ik vind dat een heel leuke aanval. Nu, dat blijft wel altijd een werkpunt tussen de aanvaller en de passeur. Eerst en vooral, goed, de afstand. Om aan te leren, zeggen ze meestal tussen blok 3, positie 3, en blok 2. Dat je je daarop richt. Dus eigenlijk tussen je eigen positie 4 en positie 3 natuurlijk, maar je werkt tussen de blokkers van de andere kant. En die afstand, blijft die dan fixed punt of gaat die veranderen als de bal van het net komt? Als de bal meer naar positie 2 gaat, gaat hij de afstand houden, dus verplaats je als middenman? Of spreek je af op dit punt, komt de bal altijd? Ik denk uit eigen ervaring dat bij jeugd het belangrijk is dat je even gewoon een fixed point behoudt, zodat de middenman een idee heeft van oké, ik ga naar daar. Ik loop naar dat punt. Als die bal uit het net komt, goed, komt die bal uit het net, neem je ook afstand van het net natuurlijk. Maar dat je die afstand, die hetzelfde blijft. Het is
setting kun je wel veel meer spelen als de bal uit het net komt. Dus minder receptiegevoelig, maar ik noem het meer settergevoelig. Dus de band tussen u en de setter. Eén seizoen dat heel goed klikte. Dit seizoen, soms lukt dat heel goed, soms lukt dat totaal niet. Dus dat is heel gek dat op topniveau toch soms nog zo echt totaal niet kan gaan. Wat heel belangrijk is, vind ik, dat is ook helemaal uit eigen ervaring, maar ik ken wel 3 trainers die zeggen van nee, dat is niet nodig. Het openen naar de setter. Dus echt, jij moet echt zo klaarstaan. Je setter wilt graag of je hand zien, of je elleboog, of je schouder. Dus een richtpunt om naar te spelen. Jij opent je borst, je schouder. En, hoe ze dat hier noemen, je valt de bal aan. Oké, je gaat uiteindelijk de bal aanvallen. Maar voordat je de bal aanvalt, gaat je de bal jagen. En er gewoon naartoe aanvallen. Dus het is perfect dat je zelfs een paar stappen verder zit van je afstootpunt, maar dat je echt dan richting je setter loopt met open borst en de bal kunt slaan. Waarom zijn er trainers die zeggen van niet? Die zeggen, schouders evenwichtig met het net. Zo slaat je, je valt naar 1 aan, want de libero staat meestal op positie 5. Akkoord. En uiteindelijk gaat je een set die ook wel vaker, ik toch, naar 1 slaan, omdat ik soms de bal te vaak laat passeren. Want met balaanval bedoel ik ook anticiperen op de bal. Maar ja, ik denk ook door met middenspelers te spreken, met setters te spreken, die zeggen, nee, ik wil echt u zien. Ik wil zien dat je er zijt, dat je hangt, dat je anticipeert op die bal en niet laat passeren. Je kunt die bal wel eens laten passeren als het echt een optie is om een bepaalde zone te slaan. Maar dus ik zeg openen richting setter en goede afspraken maken. Ieder seizoen opnieuw kan dat veranderen van wat een setter wil. Wil je een fixed point of blijft de afstand hetzelfde? Ik ga je nu hier een paar aanvallen laten zien van Bonifacio. Dat is de middenspeelster van Novara. Die, vind ik, een indrukwekkende set heeft. Zij kan ook heel goed een set lopen van inside-out rotatie 6. Om dan helemaal nog naar de andere kant te lopen. En toch die borst openen en verschillende richtingen te slaan. Dus daar gaan we nu naar kijken. Ja, hier is ze in haar roze schoenen, Bonifacio. Ja, heel mooi, dat was al direct uit rotatie 6. De set die lopen nu in rotatie 2, dus minder afstand. Mooi diep op 5, mooie defense van de libero ook. Nu uit rotatie 1. Hop, ze opent. En goed, je gaat ook zien omdat meestal het blok van blok 3 nog zo springt, de middenman. Van de andere kant. En dan gaat je meestal wel richting positie 1 slaan ook. Hier weer uit rotatie 6, helemaal omlopen. Boom. Zalig een bal. Diep 5 met een 2 blok. Ja, mooi. Hier uit rotatie 1. En je ziet, Bonifacio komt ook altijd op een fixed point. Uiteindelijk zal dat, denk ik, altijd wel de beste optie zijn. Zeker voor een midden. Hier, het volgende is, zijn hoe wij onze setting een beetje trainen. Dat ben ik hier een aanval. Ja, ik rechterhiel, mijn armen zijn erachter. Ik spring verticaal. En dus ik raak de bal op 380 milliseconden. Zit je daar in de rechterbovenhoek. Dus begin te tellen van het moment dat de setter de bal loslaat. En ik draai uiteindelijk. Ik kan nog meer openen. En ik draai uiteindelijk door naar om op 1 te slaan. Vorig jaar in Turkije. Met Abondanza, moesten wij al onze shoots naar 1 slaan. Hoe dan ook, altijd alles naar 1.
Het volgende filmpje is onze Nederlands Nicole Koolhaas. Die heeft een heel goede steek, maar dit seizoen iets minder aangespeeld op de steek, omdat de feeling met de setter is niet optimaal. Heel mooie opening en ze raakt hem eigenlijk ook altijd eerder, maar oké, nu op een 470 milliseconden. Ja. Dat was het voor de steek. We gaan nu naar de kort voor. Hier wordt dat is het dit teken. Ik denk in België de B, als ik mij nog goed herinner. Een kort voor. Ik loop dat eigenlijk heel graag. Ik vind dat wel een heel tof moment als je zo snel kunt gaan, anticipo kunt anticiperen op die bal, want je moet echt klaar zijn en gaan. En je hangt daar en je krijgt zo'n bal en je zit in het goed ritme, in het goed gevoel en je kunt zo lekker, boom, de bal echt aftrekken richting kort. En dat is altijd wel heel leuk om te doen. Goed, feeling met setter moet goed zijn, receptie moet mooi en net kunnen komen. Heel belangrijk, zeker ook bij kort voor, is gedurfd te wachten. Een heel goede oefening daarvoor is blind attack. Daar komen we later op terug. Want durf te wachten. Steun op dat linkerbeen voor rechtshandige. Wacht uw schouders naar voren. Echt zo klaarstaan. Ja, als een sprinter. He, belangrijk die vormspanning. Je doet uw links, rechts, links. Je hangt open. Mooie opening. Borst openen. Echt zoals de sette. En je slaat de bal uit de hand van de setter. Weer met een versnelde hand, een polsslag. Ik ga hier een paar filmpjes laten zien van Vaar, van de Conegliano, jong Italiaanse middenman. Fysiek ja, ook echt wel een beest. En zij heeft wel heel mooie, een heel mooie kort voor ook. Hier in rotatie 2. Ja, dat is heel mooi, heel hoog ingeslaan. Heel snel ook. Hier komt zij vanuit rotatie 6. De bal was uit het net. En toch nog perfect goed. Ook een heel goede setter daar in Conegliano. Ook hier in rotatie 6. Je ziet ook haar voeten werken. Dus ze gaan naar haar positie. Oké, de bal. Zij past zich direct heel snel aan. Heel lichtvoetig. Hop, hop. Ja, mooi gespeeld. Hier, deze wil ik nog eens laten zien opnieuw. Wacht, hè. Nee, dat was het niet. Ik denk dat het hier was. Die hebben we al gezien. Wat ik wil laten zien, is zij blokt op... zij blokt tegenover de positie 4. Zij komt heel snel in transitie gelopen. Rond, hier deze, zij blokt daar op 4, rond, bam. En knalt lekker over de schouder op positie 1. Dat is een heel mooie topaanval als middenman. Mooi, hoog, droog, lekker over het blok. Hoe zij zich ook aanpast van waar de receptie komt, van waar de opslag ook naar de receptie gaat, dat is ja, enorm veel trainen en doen. En je zag ook, zij houdt haar hoofd vrij stil. Zij kijkt, oké, hoep, zij schat dat in. Aanpassen met de voeten, waar is de setter? Ik vind dat zij over op jonge leeftijd al een enorm goed overzicht heeft over, over het veld. En dat ze ook met de snelheid heel goed om kan. Dit ben ik hier in een kort voor een vertraging. Dus de bal is uit de handen van de setter en ik sta al klaar om in de lucht te gaan. Dus dat is eigenlijk de juiste timing die gespeeld zou moeten worden. Ik open ook goed en het moment dat ik open zijn mijn benen vrij naar achter. We gaan nog eens afspelen. Dus rechterhiel hop,
armen naar boven, mooi verticaal. Nu ben ik in heel verticaal. Ik ga in de lucht en de setter speelt nu de bal af. Hop. En ik open, mijn benen buigen, mijn lichaam buigt naar achter en mijn benen gaan naar voren en ik kan aanvallen. Dit is eigenlijk, ja, ik denk, dit is natuurlijk een ideale freeball situatie. Maar dit is voor mij wel wat ik kan brengen. Nu in een wedstrijd is het moeilijk om het ook zo perfect te doen, want alles moet meezitten. Maar dit is eigenlijk wel een heel goed voorbeeld van een kort voor aanval. Het volgende kort voor dat we gaan zien is onze andere middenman, Italiaanse. Zij is enorm in anticipo. Je gaat het dadelijk ook beter in de vertraging zien. Dus zij gaat de bal slaan op 180 milliseconden. Dat is enorm snel. Die bal gaat ook, weet ik veel waar, naartoe vliegen. Maar het feit dat dat kan is al enorm goed. In een wedstrijdsituatie is het bijna onmogelijk. Want je moet al echt in de lucht zijn. En je passeur heeft ook geen idee wanneer en waar goed te spelen. Want zij gaat al aanvallen op het moment bijna dat de setter de bal nog moet krijgen. Dus je gaat dat nu in vertraging zien. Nee. Nee. Ja. Dus hier gaat zij, zij gaat al. Ze is al in de lucht, ze gaat nu al naar boven en de bal moet nog naar onze setter haar handen terugvallen. Zij wapent, zij gaat die nu raken. Dit is enorm snel, hè? Dus dat kan, maar ja, op 180 milliseconden. Dus dat is een voorbeeld van een enorm snelle anticipo, het anticiperen op de bal, wat enorm belangrijk is voor middenmannen. Ik kan het niet genoeg zeggen, anticiperen op die bal voor zijn, aanvallen, jagen. Aanwezig zijn. Dit is een kort voor op één been. Het zou, van dat ik loop hier, dat zou eigenlijk om dezelfde schaal moeten zijn. Dat is niet het geval, omdat het wel ik hier echt nog in de vertraging zit en de afstemming tussen setter en mij niet optimaal. Dus op een 65, dat moet sneller. Maar soms lopen wij dat en dat is dan een skate. De middenman van Novara, Washington, doet dat regelmatig. En dat is wel kan ook een heel mooie aanval zijn, een heel mooie optie om te spelen. Ja. De kort achter, de Douai, dus Douai 2. Ik denk in België is het C, hè? Ja. Eigenlijk de meest receptiegevoelige van alles. Van het moment dat die bal niet perfect is, niet perfect komt, ja, moet je al een andere aanval roepen. Want de approach op de setter is heel belangrijk. Gaat je je approach doen, dus je linkervoet als rechtshandige ter hoogte van de setter op één lijn, of gaat je toch een beetje verder spelen? Ieder seizoen verandert dat ook. Eén setter vindt het leuker om de bal op haar hoofd te spelen. Zou de ideale ideale aanval zijn. Soms wordt het toch iets verder doorgegeven, waardoor je toch nog iets meer kunt spelen als de receptie ook iets uit het net is. Wat ik aanraad om daarmee te beginnen met jonge spelers, is eigenlijk ook een punt X afspreken. Een punt achter de setter bijvoorbeeld. En dan blijft ook een fixed point. En dat kan ook eventueel eerst met een meterbal zijn. Dat kan ook eerst met een tweebenige afstoot. Dat moet niet direct op één been zijn. Dus dat is afhankelijk van ja, het niveau al van de groep waarmee jullie werken. Zorg wel dat die aanval er altijd in wordt betrokken. Het is heel moeilijk, denk ik, om op jeugdreeksen al echt zo die anticipo van in een duo te spelen, omdat ja, technisch moeten de setters ook sterk zijn en hun midden aanvallen fysiek en technisch ook al in orde.
Maar blijf dan gewoon altijd spelen, ook als dat niet gaat. Hè, zoals er staat, meterbal, twee benen, dan rustig opbouwen naar meterbal met één been misschien. Uw punt X kan in het midden van het veld ook komen, of toch iets meer richting positie 2. Dus dat zijn eigenlijk allemaal mogelijkheden waarmee je kunt spelen, maar gewoon als het te moeilijk wordt, ja, blijf het gewoon spelen, blijf het doen. Want op lange termijn denk ik dat het is een heel fijne aanval om te lopen. Persoonlijk heb ik het in de maanden november dit jaar, ben ik enorm veel doelen gekomen. En dat ging echt goed, dat is echt tof. Maar vanaf het moment dat er even iets van minder vertrouwen is, van de setter of jij zit iets minder geloofwaardig als midden, laat vallen, ga dan niet meer, roep iets tegen. Van het moment dat iets niet kan, wissel van aanval. Jij als middenman moet dan, doe je gaat niet meer. Oké, kort voor. Of op één been kort voor. Of een steek. Want dat is echt wel een van de meest gevoelige aanvallen die er is. Goed, voor kort voor heb ik genomen een paar aanvallen van mezelf. Hier in rotatie 5. En je ziet, we spreken altijd af, anticipo approach op de setter. Maar ook deze bal werd iets meer achter haar gegeven. Hier ook weer. Dit is al bijna meer een half dan kort achter. Dit is op een jump-opslag. Ook hier die twee. Maar dit is wel hoe ik hem loop. Dit is ook een doei, maar zoals je ziet, onze setter springt iets naar voren. Dus de afstand wordt alweer groter. Dit kwam ook mooi uit, omdat de middenman bleef centraal staan, dus kon voorbij haar. De volgende doelwit zijn van de andere Belgische middenman, Laura Herman. Je gaat zien, dat is enorm snel. Ze heeft een enorm snelle doelwit. Wat soms een beetje naar nadeel is, omdat de passeur moet kunnen volgen. En soms heb je grote midden aan de andere kant die gewoon maar springen, handen gooien en tegenhouden, maar je moet vooral op haar snelheid letten. Haar beweging is hier in het roze, nummer 5, in rotatie 5. Hop. Ja, dat is een heel mooie snelle aanval, hè. Ook omdat ze nog wat afstand moest afleggen in haar side-out. Ja, dat vind ik heel mooi, ook heel mooi geslaan, diep zone 1. Dit seizoen wordt er in Italië niet zoveel doei gelopen. Lau een paar keer maar. Ik ook maar de paar aanvallen die ik heb. Het is een heel receptiegevoelige aanval. En vooral omdat tegenwoordig de serve, de opslag, wordt meer en meer, nu al in het mannenvolleybal, maar nu ook in het vrouwenvolleybal, meer een eerste aanval. Er zijn al veel setters die zeggen, nee, laat vallen die doelwee, we spelen die in freeball. Ik vrees dat die er een beetje gaat uitgaan na verloop van tijd, omdat het gewoon fysiek zo krachtig is. Hier heb ik nog een beeld van mezelf in doelwee, waar je ziet mijn linkervoet op afstand, dus wel op de lijn met de setter, maar ik ben zeker niet snel genoeg. Ik moet nu nog maar vertrekken. Ik sla de bal achterna. Dus op een 4,60 milliseconden. Qua timing nog wel best oké. We gaan nog eens kijken. Je ziet dus, ik blijf ook de bal iets te lang met mijn hoofd volgen. En hier is die bal. Speel onze setter de bal af. Terwijl ik moet al in de lucht zijn. Ik moet echt al in de lucht zijn. Persoonlijk vind ik wel dat ik een goede verticaliteit heb. Ik spring mooi omhoog, waardoor ik ook nog wel die aanval goed kan afwerken. Mijn voeten zouden wel na landing iets meer binnen veld moeten, naar het veld moeten wijzen. Maar ga ik iets grondiger uitleggen in de volgende. En de laatste aanval, de laatste techniek die ik voor jullie ga bespreken, de fly. De fly is, of vast hier in Italië, dus
het teken hier is dit. En in België zo, denk ik. Dit is eigenlijk de aanval die ik al het meest heb gelopen in heel mijn carrière. Ik ben dus ook altijd M6 geweest, behalve nu het laatste half seizoen op de M3. Dus ik loop iets minder fly. En na een paar wedstrijden miste ik dat echt wel. Dus gisteren heb ik terug meer fly mogen lopen. Dus dat was wel leuk. Ja, het is een eenbenige afstoot. Mijn eerste ervaring met de fly die ik me echt herinner, was op het achtlandentoernooi in 2006 in Genève. En ik was 16 jaar, ik mocht mee met de nationale jeugd, want er waren geen middenmannen. Oké, goed, fysiek sterk, ik kan goed springen op één been. Dus ik op de M6, als passeur Jaan de Leeuw, een goede leider. Sterk karakter, ik had daar schrik van. Nee, dat is niet zo erg. Dus zij zei, Freya, jij krijgt nu de bal. We gaan een fly doen, we gaan een fly lopen. En jij gaat gewoon scoren. Ik zei, scoren, ja, dat zien we nog wel. Dus goed, die bal komt. Ik zet mij klaar om mijn fly te lopen. Ik sta zo klaar om fly te lopen dat ik zelfs niet gericht ben op de paal. Ik ben echt met mijn schouders gericht op de markeerstafel. Jana de Leeuw speelt die bal. Ik loop daar echt een meter achteraan. Ik ben niet geanticipeerd op die bal. Ik loop die bal gewoon achterna natuurlijk. Die bal die gaat er ergens vallen. Dus ik spring. Ik doe echt meer een duiksprong. En ik tip die helemaal cross over mijn schouder. Punt. Maar ik kwam met mijn klikken en de klakken op die markeerstafel. Die mensen van hun stoel. Dus dat was eigenlijk de eerste ervaring met die fly. En vanaf dan ben ik dat gewoon blijven oefenen, blijven doen. Die timing. Ik vind het gewoon enorm leuk om te lopen. Ik ben niet de meest snelle fly. Wat het nationaal team ook altijd wel mijn voordeel heeft gespeeld. Dat ik ook nog een goede fly kon komen als de bal echt uit het net was. Of dat de fly de receptie kwam op positie 4. Maar mevrouw Dierks, met wie ik een heel goede connectie had, ja, die durfde nog echt boom die fly te gooien naar mij. En ik liep en ik ging en ik sloeg. Ik vind dat echt iets heel leuk om te doen. Dus de fly, ja, dat is echt enkel voor rechtshandigen natuurlijk. Mijn links, ja, sorry, gaat niet. En een beetje over de biomechanica van de beweging. Het is een enorm onnatuurlijke beweging. Hè. Je loopt dus richting paal, maar je moet wel, ja, en je stoot af op één been. Maar je gaat dan wel helemaal cross schouder slaan. Dus je blokkeert eigenlijk ook een beetje je knie. Je knie wordt altijd geblokkeerd, omdat die wijst naar de paal. Maar uiteindelijk gaat je toch moeten draaien. Dus het is een zeer belastende beweging voor je knie. Ik denk dat ook echt de meeste middenmannen, de meeste flylopers, echt wel een of al een zware knieblessure hebben gehad, of toch wel met problemen zitten met die knie. Ja, daarom niet alleen flylopers in het algemeen. Volleyballers. Heel belangrijk dat je bijvoorbeeld zoals een, dat je schouders evenwijdig blijven met het net. Dat je ook echt, je zet je linkervoet richting passeur. Met je rechtervoet doe je een slide stapje uit. Zodat ook je voeten richting veld altijd blijven wijzen. Dan zet je links. En je ziet dat je goed omhoog springt, want een veel voorkomende fout van de fly is dat de spelers gewoon horizontaal blijven springen, zoals ik toen, op de markeerstafel. Je moet echt stop en omhoog. En echt die verticaliteit bouwen, heel belangrijk. Zo houd je ook je hoogte. En zo kun je ook de meeste opties hebben in aanval. Er is een Amerikaanse middenman, Adams, die loopt echt gewoon richting de paal. Dus voeten, knieën wijzen richting de paal, die springt omhoog, die blokkeert heel haar beweging. Die moet nog haar heup, borst ronddraaien om dan aan te gaan vallen. Ja, die knie is nu echt kapot gewoon. Omdat het zo'n onnatuurlijke beweging is. Ja, je loopt naar rechts en je moet naar links aanvallen. Dus uiteindelijk schouders en voeten. Schouders evenwijdig met het net. In een slide aanleren. Voeten wijzen
liefst echt in het veld. En je sprong is omhoog. Om aan te vallen, wat helpt? Want in het begin zijn er heel veel, ja, oké, hoe aan te vallen, waar aan te vallen. Je linkerarm geeft mee waar je kunt, helpt eigenlijk, geeft de richting van waar je gaat aanvallen. Je loopt je fly, mijn linkerarm gaat naar daar wijzen, heb ik ruimte om diagonaal te gaan. Houd ik mijn linkerarm hier meer voor mij, je gaat vanzelf meer lijn slaan. Ook belangrijk als je, ik had vorige week, was ik terug fly aan het lopen en ik sloeg mijn ballen naar buiten. Mijn ballen gingen echt gewoon in de lijn, maar echt 50 centimeter buiten. Belangrijk is, laat de bal niet passeren. Weer anticiperen op die bal. Linkerarm mee, hop, vroeg diagonaal, die diagonaal in. Je linkerarm geeft richting en ruimte voor de, uw aanval. Hoe aan te leren? Ja, eigenlijk is het ook gewoon veel doen, veel gaan. Maar dat kan ook in allerlei spelvormen. Bijvoorbeeld een teambalopwarming met de pas geven absoluut op één hand naar elkaar. Basketbal lay-ups, maar dan een opwarmingsspel rondmaken. Bijvoorbeeld, ja, de sport op één been afstoten is handbal. Een handbalspel daarin verwerken. Zo van die dingen dat de speelsters gewoon worden om op één been aan te vallen, die beweging te gaan, dat dat natuurlijk wordt. Dat moet niet 10 keer ja, hop, de bal gooien en gaan, zo heel droog, blokoefening, dat moet niet. Creëer mogelijkheden, spelvormen waar die beweging in voorkomt. Natuurlijk, even analytisch werken kan altijd, hè, dat ze ook zien van oké, ik zet mijn stappen zo, links, rechts, links, hè, sprong omhoog. Maar ja, betrek die beweging al gewoon in een opwarming als je daarna met middels op de fly gaat werken bijvoorbeeld. Dus daar een beetje creatief mee omgaan om de feeling te krijgen. En let er natuurlijk op, het is en blijft een belastende beweging voor het lichaam. Dus van de fly heb ik genomen Robin de Cruijff. Nederlandse topspeelster, topflyer. Hier na een transitie. Haar linkerarm. Door naar haar linkerarm te kijken, weet je waar ze gaat aanvallen. Staat ook bij haar schouders mooi evenwijdig met het net altijd. Hier vanuit rotatie 4, dus eigenlijk een vrij lange afstand. Dat was een heel mooie fly aanval. Veel diagonaal bij haar. Hierna zelfreceptie te pakken. En hier een mooie lijn langs de J-Bok. Mooi aangespeeld ook van Asha Wolosh, topsetter van het moment. Van de fly heb ik geen persoonlijke trainingsfilmpjes. Dus we gaan over naar middenaanval in side-out of transitie. Ja, je ziet hier de side-out bal. Wat de moeilijkheid al direct is in side-out, is gewoon hoe open ik? Waar sta ik? Hoe moet ik inlopen? Wat moet een middenman doen eigenlijk van het moment dat hij tussen de opslag en de receptie is vooral middenman goed lezen, juist ruimte innemen, ruimte creëren en tijd maken voor jezelf. Dat is iets wat heel belangrijk is, omdat je dan daarna zo efficiënt mogelijk je aanval kunt uitvoeren. Dit is in een rotatie 1, wat ik echt niet gewoon ben te staan. Ja, ik sta klaar kort om die voor korte ballen. Die bal komt hier over mijn linkerschouder. En dan moet ik van mijn linkerschouder terugkeren. Vervolgens rechts openen om te gaan aanvallen.
wat veel beter is, wat veel efficiënter werkt, waar ik ook nu aan het werken ben. Dus een rotatie 1 bijvoorbeeld, zo ga ik echt al positie 4 staan, zodat ik open mijn rechts. Zoals de Servische middenmannen, die openen, die wachten altijd aan op de hoeken van het veld, die wachten, die openen en dan gaan die gewoon van daaruit. Want nu doe ik dus inderdaad op de voor dit. Je verliest enorm veel tijd en je verliest inzicht en ruimte natuurlijk en het spelinzicht. Dus dit is ja een veel voorkomende fout. En dat is gewoon enorm veel doen en zo efficiënt mogelijk gebruik maken van ja, de ruimte die je hebt als midden en het spel goed lezen. Dus zoals ik al zei, je positie, waar gaat je staan inside-out? Hoe inlopen, wanneer inlopen, welke kant open. Dus altijd inderdaad best rechts, omdat dat dan gericht is naar de setter natuurlijk. Bijvoorbeeld in een side-out rotatie 6 speelt je dan, blijf je staan, maar dan moet je met links openen en dan terug. Of opent je hier en loop je zo aan. Komt je ingelopen echt naar je positie en vandaar begint je te werken. Allemaal trainingsmogelijkheden. Verschilt enorm van wie er in de receptie staat, hoe de receptie gespeeld wordt. En wat je hetzelfde aanvoelt als midden. Maar algemeen openen met rechts. Zo weinig mogelijk bewegen. En efficiënt gaan in aanval. Dan aan de andere kant van side-out heb je de transitie. Dus na een blok terug gaan aanvallen. Bij een freeball situatie. Dus complex. 2, 3, 4, 5, 6. En de houding. Wat je als midden zeker moet kunnen creëren. Na een actie gedaan te hebben. Bijvoorbeeld een blok. Heel belangrijk. Uitstappen naar het net. Uit het net. Zie dat je altijd genoeg afstand hebt. Want je hebt tijd. Je hebt meer tijd als middenman dan je denkt. Je denkt altijd. Die bal komt over. Ik moet gaan aanvallen. Snel, snel, snel. Nee, het is een snelle aanval, ja. Het is een explosieve, reactieve aanval, ja. Maar, heel belangrijk, je neemt je ruimte, je neemt je afstand. Je durft te wachten op je linkervoet, je schouders naar voren, je schouders naar voren kantelen. Zoals je daar staat, de vormspanning van de sprinter. Zo moet je klaar zijn als middenman om in transitie terug te gaan aanvallen. Ook belangrijk, zie dat je nooit op één lijn staat met je setter na transitie. Want ja, je moet altijd die afstand hebben van de setter. Hè? Want als je al direct op één lijn staat met je setter, ja, dan gaat je bal voorbij lopen in aanval. Dus je setter voor je houden, schouders naar voren, echt gewoon klaar om achter die bal aan te gaan. Om die bal te jagen, aan te vallen. Dat is een transitie. Het zijn belangrijke punten waar er ook heel veel gewerkt op moet worden. Blijvend. Want dat is echt voor een middenman. Hoe vaak dat ik dit seizoen al gehoord heb. Vrij, schouders naar boven. Vrij, schouders naar boven. Transitie. Meer transitie. Soms denk je van, oké, ja, ik ben klaar. Ik ga. Ik voel me goed. Ik heb een mooie transitie. Nee, opnieuw. En dan, want onze trainingen worden gefilmd. Hè, en dan in 45 seconden achteraf getoond dat je dan echt zegt van ja, nee, ik stond eigenlijk helemaal niet klaar. Ik bleef binnen de 3 meter lijn. Want indien mogelijk, afstand uit de 3 meter lijn. Dat je tenminste met je linkervoet klaar voor je aanval staat, wacht al het gewicht op die voet op je 3 meter lijn. En dat je van daaruit kunt gaan. Dus dat is een beetje voor de transitie. Dus ook als je dit traint voor middenmannen. Echt wel zien dat uw middenmannen uw transitie lopen. Opnieuw, betrek hen in het spel. Van het moment dat die niet meer betrokken worden in het spel, op een training in een 6 tegen 6, van, die gaan hun transitie niet meer lopen en die gaan er echt gewoon voor pietsnot bij staan. En ja, dan gaat je dit ook creëren tijdens de wedstrijd. Dus veel nadruk op leggen in 6 tegen 6, gewoon transitie, bijvoorbeeld zeg gewoon transitie, dat zij weten van, ah ja, ik moet goed uitstappen, afstand en ruimte creëren en klaar zijn gewoon. Hè. Altijd denken een middenman van, ik ga die bal kunnen krijgen. Zelfs al is het onmogelijk, altijd gaan, altijd klaar zijn.
dat is ook uw rol als middenman. Alright, de eerste vragenronde. Daar zijn we nu bij aangekomen. Dus ja, Christophe, moesten er vragen zijn? Er zijn zeker vragen. Alright. Ik zou toch wel eerst twee dingen willen meegeven. Eén, de reacties die dat er komen. Mensen kunnen niet geloven dat dat de eerste keer is dat je een webinar geeft. En ja. Ik heb zelfs al iemand die gezegd heeft, die mag gerust bij ons in de cursus eens les komen geven. Nu, voor de mensen, ik ga eventjes heel kort achter de schermen. Freya, voor aanvang van de webinar, zo 5 minuutjes voor aanvang, vroeg ze zich af of dat ze mijn presentatie wel een uur zou kunnen vullen. Ik denk dat ondertussen duidelijk is dat dat geen enkel probleem is. Goed. Maar het is ontzettend boeiend, Freya, om te horen hoe dat je ermee bezig bent. Chapeau. Ik ga het dan ook heel beperkt houden, want ik weet welk deeltje dat er nog aankomt. Dat minstens even interessant is als dit hier. Eerste vraag. Moet de setter een linkshandige de bal anders aanspelen dan een rechtshandige? Ja, dat is misschien eerder een vraag voor setters en of voor linkshandige middenmannen. Maar ik vermoed echt wel... Ja, van wel. Omdat natuurlijk zeker in een kort voor is de bedoeling dat de setter dus die bal zo kort mogelijk maar boven haar hoofd afspeelt. Maar ja, als ik nu open met mijn rechts, want mijn setter staat aan mijn rechterkant, of ik ben linkshandig, dat is al een heel andere bal, een heel andere timing. Dus ik denk van wel, omdat uw opening ook zo anders is. Ja, maar dat is misschien... Ik denk dat bijvoorbeeld een vrouwke Dierks als setter u daar zeker bij kan helpen. Ik heb ooit met een linkshandige middenman samengespeeld. En bijvoorbeeld voor de steek, ja, die bal die kwam al veel verder. Dus waar ik hem normaal sla als steek, zij liet de bal passeren. Dus de snelheid bleef hetzelfde, maar zij liet die bal gewoon passeren. Dus dat hangt dan ook af van de timing van de middenman natuurlijk. Ja, maar als rechtshandige, ja, heel boeiende vraag. Ik denk, ja, toch wel anders. Ja, oké. Okay. En dat is dan onmiddellijk een uitnodiging richting Frauke om een van de komende maanden ook eens een webinar te geven. We weten dat ze aan het luisteren en aan het kijken is. Goed, vraag 2. Op welke leeftijd zou je die jonge speelsters op een spelpositie zetten? Want er bestaat de laatste tijd heel veel discussie rond. Dus eigenlijk is de concrete vraag van hoe lang, ja, vooraleer dat ze effectief naar het midden zouden komen. Ja, laat hen zo lang mogelijk alle posities spelen, dat ze echt ja, zo'n compleet mogelijke speelster worden. Daar ben ik echt wel van. Want ik heb nooit een receptie genomen. Freeballen ja, dankballen ja, defense ja, maar hoe het is. Want dit vind ik bijvoorbeeld ook heel moeilijk. Ikzelf in mijn opleiding als trainer, er heeft nooit iemand tegen mij gezegd hoe het is om een receptie te nemen. Ik weet niet hoe dat aanvoelt. Dus ik denk voor, ja, om een speelster zo compleet mogelijk te maken, technisch ook sterk en zoveel mogelijk bagage mee te geven, ja, 17 jaar. Maar ik denk dat de leeftijd nu is al rond 15, 16 zeker, dat ze de vaste posities aannemen. Maar ik zou zeker tot 17. En dan natuurlijk, de grote speelsters, gaat je in het midden zetten. Hè? Uiteindelijk, als je 17, 18 bent, iedereen gaat wel zo'n beetje aanvoelen wat zijn haar voorkeur, functie is, of waar zij zich het beste bij voelen natuurlijk. Ik ben echt wel fan van zo lang mogelijk wachten, want uiteindelijk, je hebt tijd genoeg. Ik ben nu 31. Iedere dag leer ik nog zoveel bij over de techniek van de middenman. Dit jaar heb ik zoveel bijgeleerd. Ja, dus je hebt, ja, door veel te spelen, door veel te doen, je wordt alleen maar beter. En het is niet omdat je op jongere leeftijd tot 17 te veel random gaat trainen, dat nadelig gaat zijn voor als je specifiek later wilt... jezelf wilt profileren voor één functie. Nee, ik denk zo veel mogelijk laten doen, veel technieken proeven. Zo zou ik het aanpakken. Oké, en de laatste vraag van de eerste vragenronde is misschien iets algemener, maar heeft ook te maken met je ervaring in Italië momenteel.
Dus die Italiaanse manier staat over het algemeen bekend om iets klassieker te zijn dan in Vlaanderen. Zijn er toch een aantal principes of toch zaken uit die Italiaanse trainingsfilosofie die een meerwaarde kunnen zouden vormen voor de Vlaamse trainers? Ja, ik weet op dit moment is er een heel, dat is een heel chaos in de Italiaanse opleidingsscholen. Dat weet ik door samen te werken met David natuurlijk. Hij is enorm fan van het creatieve, het random werken, het veel spelvormen, maar zoveel mogelijk nieuwe, ja, van alles doen. Dus niet van dat blokt. We gaan nu 1000 keer tegen de muur serveren, zoals het echt nog in de opleiding hier is in Italië. Daardoor is er momenteel in Italië echt een grote drop-out van jonge speelsters die gewoon stoppen omdat het gewoon, ja, echt te saai is. En ja, als je als 10-jarige op training 2 uur lang tegen een muur moet serveren, ja, dat is echt van de oude stempel. En ik weet, ik heb hem video's laten zien van hoe nu, ja, jij werkt, Christophe, en jullie in Vlaanderen en hoe de opleiding nu gaat. En hij was enorm geïnteresseerd en hij zou heel graag het volleybal in Italië, de opleiding in Italië willen veranderen. Het Italië, het volleybal Walhalla. Dus op dit moment eigenlijk zei ik, nee, blijf werken hoe jullie nu momenteel bezig zijn met die start to volley, al die creatieve, heel veel gebruik maken van materiaal. In Italië gebruiken niks van materiaal. Ja, de muur, maar dat is het. Toen ik hem filmpjes liet zien van ballonnen, autobanden, kegels, wat is het allemaal? Ja, die zei van, ja, maar dit is de toekomst van volleybal. Dus nee, bezig, doe nu hoe jullie daar nu momenteel bezig zijn. En ik denk dat dat wel de juiste werking is, ja. Super om te horen en dan laat ik je graag verder met het tweede deel. Ja, alright. Goed, even een paar toppers aan het werk die ik jullie nog wil laten zien. Ik heb er geen filmpjes van, maar toch wel, als jullie topvolleybal willen kijken, middenmannen, aanvallers, dan zijn deze vier echt wel speelsters, ja, toppers in hun positie. Eerst hier heb je links Robin de Cruijff, dus daar hebben jullie al filmpjes van gezien over de Fly. Nationaal team Nederland en topclub Conegliano hier in Italië, waarmee ze wereldkampioen zijn geworden, Champions League winnaar, alle prijzen die hier te winnen vallen met de club. Ja, echt een topmiddelman. Je ziet ook haar opening, haar timing op die bal. En een fly, ja, een schouder, een elleboog die iets lager is natuurlijk. Dan hier in het midden Veljković, naar wie ik al een paar keer verwezen heb. Je ziet haar opening, haar hoogte, elleboog ook iets hoger, toch een lagere schouder. Top middenman in het nationaal team van Servië, momenteel in een pauze. En ik hoop dat zij wel snel terug gaat spelen, want het is een iets tragere bal, een iets hogere bal. Zij speelde eigenlijk echt die meterbal. Maar ja, heel fysiek enorm, enorm sterk. Dan daar rechtsboven, Akina Radewo. Misschien iets minder bekend, omdat zij altijd lang in Japan heeft gespeeld. En daarvoor wel een paar jaar in Volero Zurich. Ja, fysiek echt een beest. Je ziet ook, ja, die spieren, super sterk. Haar elleboog altijd iets lager. Dit is echt pure fysieke middenman eigenlijk. Minder ja, sierlijk, of hoe moet ik het zeggen? Maar puur fysiek sterk. Enorme jumper, enorme kracht, enorm potentieel. Ook zij nu even in een pauze. Ja, met Team USA, alles verwezenlijk wat ze kon ook voor het team. Dus zie je al filmpjes van hen op YouTube. Dat is mooi om naar te kijken. Want dan eindig ik met Eda Erdem. Ja, nationaal team Turkije, Fenerbahçe. Echt wel de leider van die twee teams. Zonder haar is, ja, zij is meer dan de helft van Team Turkije en van Fenerbahçe de ploeg.
een van de meest sierlijke, denk ik, middenmannen. Heel super lichtvoetig, enorm snel. Leest het spel echt goed. Specialisatie in de fly, de kort achter ook. En enorm mooi hoe haar gewoon altijd heel subtiel, heel onopvallend haar positie zit innemen, ziet bewegen over het veld, inside-out, in een transitie. En dan zo, ja, echt nog super belangrijk is voor beide teams. Dus echt wel, ik denk Ida Erdem is misschien echt wel zo het ideale beeld van de middenmannen die wij hebben. Dus zo dat heel lichtvoetige, sierlijke, snelle arm, snelle pols, in anticipo buiten uit de hand van de setter slaan. Dus ja, tuurlijk zijn er nog genoeg andere middenmannen, hè, maar voor mij vind ik dit wel echte toppers aan het werk. Alright. Goed, eigenlijk nu het laatste deeltje over de oefenvormen. Ik heb ook beeldmateriaal verzameld van mijn trainingen hier. Maar dit zijn ook wel de oefeningen die ik vooral in Italië altijd ben blijven doen. Wat ik mee wil geven, een middenman, wij springen veel, wij springen alleen maar in blok of een aanval. Dus ga efficiënt om met tijd en met sprongbelasting. Zeker ook al van jonge leeftijd, ook al weet je, oké, die 15, 16-jarigen, die kunnen knallen, die kunnen springen. Maar ja, zet er wel voorzichtig mee, want scheenbeen, blessures, knieën, schouders, ellebogen. Het is echt een belastende rol. Dus altijd goed opwarmen. Goed communiceren met uw spelers van hoe voelen ze zich. Soms kan het zijn dat van vermoeidheid een speelster die dag voor u geen 100% springt, maar voor haar wel. En dat kan dan ook perfect goed. Dan kun je ook perfect spelen, maar hou dan rekening mee van oké, goed, sprongbelasting even reduceren. Ja, want eigenlijk onze job is gewoon springen, hè. Maar daarom zijn er ook natuurlijk een paar oefenvormen zonder sprong. Dus een tafel of een box zetten waar jij als middenman opstaat, de pas wordt gegooid, de bal wordt gegooid bijvoorbeeld, om rustig te beginnen. En vervolgens aangespeeld door een setter, kan dan ook met een controletoets, dus dat kun je uitbouwen. Maar heel simpel, opgezette de box waar je gaat aanvallen, dus op de setter, op de positie van de setter, geopend en je valt aan. Dat kan 2-3 keer na elkaar, stop. Nooit meer. Niet te veel blok te werken. Dat kan, dus dat is niet erg, maar altijd zien dat als je bijvoorbeeld tijdens op die box hebt aangevallen, er vanaf komt en dan een transitie gaan aanvallen. Dus dat je altijd random werkt, want er is ja, bewezen dat na 20 keer hetzelfde doen, ja, je brein gaat een loopie en dat wordt geautomatiseerd, maar je gaat er niks meer van uitleren. Dus wij doen max 6 keer eenzelfde beweging. En hop, eraf en iets anders. Dus zie dat je dat altijd in een soort van standenwerk uitvoert dan. Dan de trampoline. Daar gaan jullie straks, daar zijn allemaal beeldjes van. Dus gewoon op een trampoline. Maar je springt niet, zoals daar staat, een lichte invering. Dus je veert wat in. En dan op het moment dat je gaat aanvallen, dat is wel een beetje gevoel en zoeken eerst met de setter die de bal heeft. Want dat was bij ons, zoals je gaat zien, ook even schaal in het begin. Inveren en gaan. Dus die reactieve sprong, om dat gevoel te krijgen. Met sprong bijvoorbeeld de Cubana. Cubana is ja, typisch, in Italië noemen ze dat Cubana, dus hè, dat komt dan van Cuba. Dus iemand die de bal gewoon aangooit en de middenmannen op een rijtje aanvallen. Kort voor, in transitie staan, linkervoet voor en die vormspanning om dan de bal aan te vallen. Eigenlijk ook wat ze heel veel in die Aziatische landen doen. Japan deed dat heel veel. Maar hier dan, maar daar werd toen minder focus gelegd op het, echt de eerste tempo aanval. Dus die Cubana is echt wel, je staat op je linkervoet, schouders naar voren gekanteld en klaar om met je armbeweging in een vloeiende verticale sprong te gaan. En dan, dus dat is echt, dat kan een ritme, hè. 1, 2, 3 en dan hè, in een rijtje natuurlijk ook.
niet te veel, geen 20, 30 keer. Doe ieder 3 keer en gedaan. Een volgende metsprong is de zeelastiek. Dat gaan jullie straks zien. De trainer heeft een elastiek, bindt rond mijn elastiek en ik sta aan het net, hij aan de andere kant van het net. Ik doe mijn transitieaanval, ik doe mijn transitiebeweging en ik ga een aanval. Blind attack, persoonlijk echt een van mijn favorieten. Dat heb ik dit jaar voor het eerst gedaan. Dus je staat in side-out of er wordt een freebal overgespeeld naar iemand. En ik blijf kijken naar mijn setter. Ik draai mijn hoofd niet, dus ik moet voelen wat er gebeurt. Ik zie niet wat er gebeurt, ik blijf naar voren kijken. En dan van het moment dat ik hier aan deze kant die bal zie komen, hè, dus ik sta klaar, hè, linkervoet, van het moment dat ik die bal zie, voel komen, ga ik durven wachten en een reactieve, snelle, explosieve aanloop. Daar zijn ook beeldjes van, maar het is echt om voor een middenman te leren durven wachten, vertrouwen en dat vind ik een enorm goede oefening. Om mee te geven in spelvormen, heel belangrijk altijd als we de 6 tegen 6 spelen, om de middenspeler er altijd in te betrekken. Bijvoorbeeld moet je zien dat het niet lukt qua hoge opslagdruk, receptielijn, hè, het lukt niet. Freebal verplicht met de middenman spelen. Of je doet 6 tegen 6, je geeft 3 ballen. 1 bal is een side-out bal, waar je setter bijvoorbeeld enkel met de middenman en op 2 mag spelen. De volgende bal kan een freebal zijn, setter mag enkel middenman en op 4 spelen. Maar als je zo altijd opdrachten geeft aan je spelverdeler om je middenman erin te houden, zo denk ik dat het voor een middenman enorm nuttig blijft, leer ik. En ja, wij zijn betrokken in het spel. Of bijvoorbeeld als je andere ideeën hebt, maar als je dan een derde bal geeft, oké, freebal met middenspelen. Zo van die dingen. Geef opdrachten. Laat ons achterkomen. Hè, achter met dan 3-meterlijn. Daarvoor komen met de pipe en zo. In spelvormen, geef opdracht om ons er blijvend bij betrokken te houden. Ik kan dat echt niet genoeg benadrukken. Dan blocked versus random. Blocked kan zeker, maar max 6 keer zoals ik zei. En vervolgens werk random. Ik weet, mijn ervaring met blocked, dat is ook wat ik nooit vergeet. EK Juniors 2007. Dus ik was nog jeugd, maar ik mocht met de lichting van Hugo Spildoren en Mirjam Dooms mee. Dus als ik als 90 mocht mee met 88, 89, want er waren geen middenmannen. Ik kon echt niet opstaan gewoon. En tijdens ochtendtraining voor een wedstrijd deed ik 50 minuten niks anders dan flout uit stand tegen de muur met Hugo Spildoren langs mij. Mijn opslag is nog altijd niet van het topniveau, maar het is wel beter. Maar dat zijn dingen, ja, na 10 minuten, mijn concentratie was echt gewoon, ja, er echt niet meer. Hè. Ik heb nog altijd moeite met opslagreceptie, om dan echt goed gefocust te blijven. Maar ja, laat niemand 50 minuten meer tegen een muur slaan. Kan als dat in een spelvorm is natuurlijk, hè, maar jullie weten ook wel wat ik bedoel. En voor aanvalsrichtingen, wij werken niet zozeer van ja, dat er een echte focus op is, maar leg gewoon matjes. Matjes in zones waar ze moeten staan. Diep, kort, zet kegels, een balkaar bijvoorbeeld. Dat is wel heel leuk om fly te lopen. Dan zet je diagonaal tussen positie 1 en de 3 meter lijn een balkaar zo op de zijkant waar je dan zo in moet mikken. Dat is altijd wel heel cool. Dat is een hele toffe. Dus gebruik materiaal om doelen aan te geven waar wij moeten slaan. En dan weet je ook of je op 11, op 1 uur rond de bal. Dan de verschillende balbanen leren analyseren. Als je speelt met freeballen, vraag ook om aan degene die de bal inspeelt, om de bal eens hoger te brengen in het raagtempo. Sneller te brengen, naar voren te schieten. Naar positie 2, naar positie 4, zodat wij leren
de balbaan inschatten. Want er is niks, er is geen één wedstrijd waar één bal hetzelfde komt. Zelfs freeballen, die door dezelfde speler gebracht worden, verschillen van tempo, van richting. Hè. Dus ja, je weet, boem, soms wordt er een bal geschoten naar voren en je gaat met een ah ja! Ja, dan zijn je al te laat. Hè. Dus heel belangrijk om daarmee te werken. Een hoge bal ingooien, die dan snel gespeeld wordt. Een lage bal over het net gooien, die hoog wordt aangespeeld. Dat zijn allemaal mogelijkheden waar jullie mee kunnen werken natuurlijk en creatief omgaan. En we gaan nu beginnen met een paar filmpjes van de oefenvormen. Dus één bal, de eerste bal is een cubana. En vervolgens, na mijn cubana, ga ik direct een transitie aanvallen, waar ik dan de bal ga aanvallen bij onze spelverdeler. Oké, dus hier in rood, mijn trainer geeft mij de cubana. Ik raak hem toch nog op 93 milliseconden, dus dat is oké. En ik doe direct mijn transitie. Ik sta klaar. Mijn transitie was niet helemaal volledig oké, want het was ver genoeg uit de 3 meter lijn, heel belangrijk. Maar ik moet meer klaarstaan op mijn linkerbeen en die vormspanning hebben. Dit is wel een goede eerste tempo aanval. Dit was ook nog niet de blind attack, want je ziet met mijn hoofd volg ik de bal. Open ik met mijn rechter schouder ook. Dus die cubana aan het begin ga ik nog eens laten zien. Ook de hoogte, kijk hoe hoog de bal gegooid wordt. Dus dat is een meterbal. Hè. Dat zijn ook goede oefeningen voor receptiehoek aanvallen. Hop, mijn transitie. Zie, ik zet er nog 2 kleine stapjes. Hè, maar eigenlijk moet ik al met gewoon een uit het net, rechts, links, daar al zijn. En dan dus hè, zo dan direct dat je 2 verschillende aanvallen na elkaar doet. Hier is onze Nederlandse Nicole. Zij slaat hij op 3,50. Op mooie hoogte. En zij zet veel kleinere stapjes, maar kijk hoe ver zijn transitie is en komt. Die is ook veel groter natuurlijk, zij is 2 meter en 3. En ik ben 1,86 meter, dus dat scheelt wel wat. Dus zij is in 2 stappen sowieso al uit de 3 meter lijn. Ook belangrijk is, gaat je kleine stapjes zetten of in een transitie echt wel beter 2 grote stapjes. En dan kun je 2 grote stappen. En dan kun je nog altijd kleinere stapjes gebruiken om je positie daar ten opzichte van de receptiespeler, de balbaan, aan te passen. Nu zo dadelijk is er een oefenvorm met 3 ballen. Bal 1 is de cubana, dus je gaat dan ook even zien hoe mijn coach, onze scouter, de bal juist laat opgooien. Het gemakkelijkste is ook altijd met 1 hand, maar oké, met 2 handen. Maar het gemakkelijkste is voor een coach met 1 hand die bal op te gooien. Onze starthouding. Links, vormspanning, schouders gekanteld. En ik heb erbij gezet dat kan dat je dat dus 3 keer doet in een rijtje en dan even blokt, werkt. En je kunt daar ook echt wel je receptiehoeken mee in betrekken. Hè. De tweede bal is een snelle transitie. Verschillende balbanen, hè, zoals ik daar straks heb aangehaald. Bal 3 die je gaat zien, dat is iets wat wij nu aan het doen zijn. Pala creativa, dus creatief. Door de betrekking van in dit geval onze opposite, dus de bal wordt gespeeld. De libero, dat is onze assistentcoach, die speelt de bal richting positie 2 waar onze opposite gaat aanvallen of doet een fake aanval en dan speelt ze setting met ons. Dat is iets, dat is wel heel leuk om te doen natuurlijk en zo houd je het spel licht en creatief en ook technisch is dat wel, ja, je wordt er technisch ook beter door. En jij als middenman zorgt dat je altijd klaar zit, want normaal, oké, goed,
in zo'n situatie, je gaat al niet meer, je bent al niet meer klaar om aan te vallen. Dus je gaat al in dekking staan. Nee, nee, bij ons is het dan wel zo, en tegenwoordig proberen we dat ook meer en meer in een wedstrijd te doen, dat effectief wij altijd van overal klaar moeten zijn. En ik denk nu dat ja, de generaties, de jeugd die opkomen, fysiek sterker en groter zijn, gaat dat ook nog gemakkelijker worden. Dit is zo het nieuwe, het volleybal, de toekomst van het volleybal. Een volleybal, een mannenvolleybal zie je daar veel, dus ja, de libero verdedigt in het midden van het veld en de paai komt eigenlijk al gelopen om aan te vallen of doet een jump en geeft pas. Dus heel mooi en wij zijn er nu bezig. Goed, je ziet hier links de rode, onze trainer die de bal gaat opgooien. Dat is Mazzanti. Je kunt daar inderdaad werken hè, met een meterbal of iets minder. En dan direct een transitie. En dan hier de derde Palla Creativa naar Ortolani. En dat is eigenlijk een heel goede bal. Opnieuw de Cubana. Dus het is al eerder een kort voorbal. Direct transitie. En dan de Palla Creativa, zelfs met één hand. Die dingen maakt het ook altijd leuk gewoon. En ja, soms denk je van een majone chaos, maar eigenlijk, je blijft er wel technisch bij. Ik volg altijd heel veel met mijn hoofd. Die Cubano moet iets hoger wel natuurlijk. Mooi uit de schouder geslaan. Ja, en de Cubana moet iets hoger gegooid worden dan onze assistentcoach momenteel doet. Palla Creativa. Hier ga ik nog mijn laatste aanval. Nu kijk ik al veel minder lang. Dus ook gewoon durven vertrouwen op je gevoel natuurlijk. Klaar voor de Palla Creativa. Ja, nee, dat was hem niet. Die ook niet, maar oké. Dus ik denk dat jullie wel een idee hebben van het verschillende standenwerk dat mogelijk is. Volgende is de eerste bal is een side-out. En de tweede staan we op de trampoline. Dus belangrijk, die timing, invering, de wapening en de versnelling. Oké, ik kom hier de side-out. Twee side-out ballen. Ondertussen staat daar iemand op de trampoline. Maar je ziet, dat loopt niet echt in het begin van een leien dakje, want het is echt wel de timing ook vinden natuurlijk. En het is heel raar als midden, als je wilt zo gaan en je staat zo te veren. Dus dat is wel aanvoelen. En ik sta al klaar met die wapening, wat het wel voor een setter gemakkelijker maakt en een richtpunt geeft om te spelen. Dus een lichte invering, maar je moet niet zozeer echt springen. Dus het is op die trampoline echt zo voor het gevoel voor de afstoot. En dan twee side-out ballen. Daar kun je een transitie van maken. Daar kun je verschillende balbanen. Dus al die dingen kun je daarmee in betrekken. Voor onze setter was het ook echt even wel zoeken van oké, hoe speel je controle toets, want waar. En het is dan gemakkelijk. Onze middenman die daar nu op de trampoline staat, een heel snelle, mooie klauwen, zo'n mooie arm, want eigenlijk zij staat totaal niet gewapend, maar die arm komt er wel. Gelijk, ik sta al hop, klaar. Ik spring ook veel meer in mijn quadriceps. Wij hebben natuurlijk ook materiaal en natuurlijk ja, 3-4 trainers die kunnen helpen. Maar een libero kan eventueel een libero zijn om dat te doen. Een andere teammate de ballen inspeelt. Daar creatief mee omgaan.
Ik denk. NASA, dat we inderdaad direct positie kiezen. Dus wij hebben dan ook nu, ik denk, ieder van ons 3 of 4 keer die trampoline gedaan. En om de sprongen te beperken, stoppen we daar nu ook mee. Dus dat is echt enkel gewoon voor het gevoel. En dan direct de transfer maken. Ah, oké, nee, ze gaat het toch nog doen. De transfer maken naar de echte aanval. Dat zijn dingen die je als trainer kunt proberen. Wat werkt, wat niet werkt. Maar altijd zien dat er verschil is en dat je random werkt. Oké, ik denk dat dit. Wat zie je nog? Dat was ook een heel goede trampolineaanval. Snel uit de hand slaan, versnelling. Ik vond ook wel na die trampoline dat ik dan die versnelling kon werken. Ook mijn hand. Dat je dat dan ook wel ziet, dat je dat ook wel meeneemt. Of zorg ervoor als speler dat je het dan meeneemt naar de echte aanval met setten natuurlijk. Alright. De volgende oefenvorm is de eerste waar we blind staan en aanvallen. Vervolgens gaan wij een swing doen. En dat is heel belangrijk. Dus als swing staan voor rechtshandige. Je staat op links en je doet je aanval. Maar mee dat je je rechterschouder naar voren brengt, is ook belangrijk vervolgens je rechterheup in te draaien. Maar je zult zien, ik en ook onze Nederlandse, op een bepaald moment staan wij op ons rechterbeen. Wat dus compleet fout is. En dan zet je eigenlijk gewoon meer een opwarmingsoefening aan het doen van wat los te gooien. Dus effectief, de swing is een oefening voor het vooruitbrengen van je rechterheup. Je staat op links voor rechtshandigen, je doet je aanval en je brengt je rechterheup naar voren. Bal 3, een reactiebal, zoals daar staat, een blijvend werkpunt voor middens. Een bal die plots wordt overgespeeld over het net, of zo net op de netrand komt, hoe te reageren? Houd je de bal bij? Valt je hem snel aan? Een penaltybal? Als hem wordt overgespeeld, komt de libero die pakken, jij of je setter of je opposite. Dus dat is ieder jaar altijd opnieuw overal chaos. Dus communicatie is enorm belangrijk. En ook om die dingen te blijven doen. Blijf je middenmannen penaltyballen laten slaan. Niet dat je dat gewoon niet doet en dan komt er zo'n match, komt er zo'n bal op een wedstrijd op een superbelangrijk punt. En iedereen staat er. Wat gaat er gebeuren? Die middenman, iedereen roept maar. Je als middenman, je voelt volle bak die druk van, ja, wat ga ik doen? En dan geef je zo'n veegbal uit en buiten. Nee, dat is niet het plan. Dus zelfvertrouwen is voor een middenman ook heel belangrijk bij reactieballen. Ik sta hier op de plint. Ja, dat was ook wat gevoel krijgen met het snel uit de hand slaan. Na 5 minuten ging het wel beter. Vervolgens ga ik die swing doen. Hier sta ik nog op het juiste been. Maar mijn heup, ik breng mijn knie gewoon naar voren, dus dat was het niet. Hier Nicole Colas, een heel snelle, goede arm. Hier gaan we dat nog eens doen. Ja, dus dat is wat ik wil zien, wat jullie als coach willen zien van een plant. En hier dan wordt de bal overgebracht. Onze setter speelt en dan hier zo die palla creativa. Dus wat te doen met van die ballen die kort erover komen. Dus jullie moeten maar een beetje volgen. En dan dus na de plint, de swing. En dan de transitie of side-out aanval. Oké, dus weer Nicole. Heel goede versnelde slag. En nu hier wordt de bal overgespeeld naar de opposite. Oké, die valt aan. Nu komt hij hier, zo'n kort balkje. Onze setter speelt en dan zo'n palla creativa. Dit hebben we al eens op de wedstrijd geprobeerd. Maar ja, dat is gewoonte, dat is automatisme, dat is heel veel doen. Want zo'n bal die daarover komt, gebeurt in een wedstrijd nog geen 3 keer. En ja, wat doet je daar dan mee? Want omdat dat zo weinig voorkomt, traint je daar ook niet op.
Maar dan op het moment dat het nodig is, ja, dat kunnen belangrijke punten zijn, hè. En dan hier komt die bal over. Ik hou hem bij. Die moet wel beter komen, die bal. Maar dat zijn zo niet echt die lastige, moeilijke ballen. Want je gaat al naar achter als middenman om de bal te willen brengen. Om je klaar te maken voor aanval, maar dan valt die bal korter. Dat is wel altijd leuk natuurlijk, van die palla creativa. Ja, dus in die drie ballen die zo in die 3-meterlijn komen, dat is altijd... Ik denk dat ook iedereen altijd zijn hart vasthoudt voor een middenman. Daarmee als geen volwaardige, complete speler. Nee, nee. Het is altijd wel... het zijn ballen die perfect moeten komen, hè. Dat is eigenlijk een gemakkelijke bal, maar het zijn de moeilijkste ballen die er bestaan. Mijn armen hier is al iets sneller. Ik denk dat ik nu die swing ga doen en dat ik gewoon op mijn rechterbeen sta. Oh, ik ga hem zelfs niet doen. Zie, ik sta hier op mijn verkeerd been en ik ben gewoon los aan het schudden. Dus dat is niet de oefening. Daar zat wel degelijk een idee achter. En hier die bal. Gespeeld. Setter naar, om direct aan te vallen. En onze middenman geeft hem naar onze opposit. Een verschillende balbaan. Mooi hoog in die slaan van zijn middenman. Direct een bal in transitie terug. Eerste heel goede bal. Ja, de tweede. Traag in die slaan. Hier komt, wordt weer die bal zo uit ingespeeld. Zie, zij slaat hem nu af. Nicole Colas houdt die bal altijd bij. Ik zou die ook afslaan, maar dat is hier, voilà, geen communicatie, chaos. Wie neemt die bal? Ja, inderdaad, onze setter loopt in om pas te geven. Ja, dat is op zijn Italiaans, dat is dan 5 minuten gepraat en gedoe. Voilà, oké, maar ja, nu weet je, hè. Maar onze setter ligt nog altijd op de grond. Dus dat zijn ballen, trein daarop. Ja, dat zijn heel belangrijke ballen. Opnieuw in transitie. En die fly, je ziet mijn linkerarm wijst helemaal mee. Zo, de laatste actie. Serena staat de bal ook altijd af. Dus ik ben hier zo, ik hang nu een blok. Ik ga, hop. Dat is eigenlijk een heel mooie actie natuurlijk. En daarmee ga ik dan ook afsluiten. Volgende is een voor die elastiek. Ja, dus ik heb een elastiek rond mij hangen om de transitie te oefenen. Bij mij ging dat goed. Bij Nicole Colas, onze middenman, die zei nee, ik voel dat totaal niet. Ik weet niet wat ik moet doen, dat is heel raar. Dus die voelt zich daar dan niet goed bij. Dat kan. Belangrijk is bij die elastiek, je gaat sowieso naar voren worden getrokken, omdat je trainer aan de andere kant staat. Blijf verticaal springen. Je gaat een netfout maken, akkoord, maar blijf verticaal omhoog springen. Dus ik word daar vastgemaakt. Ik sta aan het net. Hij trekt wat terug. Ik doe mijn transitie zo ver mogelijk. Ik moet nog, ik blijf op links staan, dus dat was ook de bedoeling. Je doet de transitie, maar je blijft even op links. Je blijft echt zo 2 seconden links. Hop, evenwicht en gaan. Dus dat je die vormspanning voelt, je voelt al je spieren opspannen, je schouders naar voren, die armbeweging en door. Dat was niet gemakkelijk om het evenwicht te vinden, want die elastiek trekt je natuurlijk naar alle kanten. Dat is ook nog een goede kniepreventieoefening. Ik vond dat heel leuk om te doen. Onze andere twee middenmannen, nee, die zei direct van nee, dat is het niet. Dat ging ook niet, dat was ook heel... Ik heb daar niet de beelden van, maar ja. Ja, dus... en dan verder. Nou, want dan waren we aan het opwarmen. Maar ook 6 keer en genoeg. En dan zei David die opbouwman ook van ja, nee, de kwaliteit is weg, stop. Ah, ik denk hier Nick, die gaat dat doen.
Ja, nee, ik heb het inderdaad beeld niet. En dan, een transitie in een side-out. Twee side-out, verschillende balbanen, op verschillende niveaus ingespeeld. Dat is ja, het meeste wat wij doen. Deze was ook de bal over ons hoofd. Dus wij staan centraal. En de bal wordt over ons hoofd gespeeld. En dan moeten wij kijken om te openen, natuurlijk, hè. Wij hebben onze middenman specifiek training altijd samen met opposite en de setters. Kijk, nu, ik blijf kijken naar de setter, maar volledig verkeerd getimed. Ik ga die nog eens laten zien. Hier, hè. Ik doe nu een blind attack. Ogen gericht op de setter. Bal totaal niet aangevoeld en pas me ook wel iets hoger, maar goed, mijn timing was verkeerd. Nu kijk ik even en oké, beter getimed. Dus dat zijn heel leuke dingen om mee te spelen. En inderdaad, als de bal zo over je hoofd gespeeld, hoe opent je waar naartoe? Dus, en dan kun je werken in een transitie, in een side-out. Eerst een deeltje voor de setter aanvallen, dus kort voor de steek. En uiteindelijk hier nog een deel van achter de setter of keuzes met de setter. Dus dat is hoe het zelf in. Hier Nick, mooi voorbeeld van hoe zij blijft blind de tijd kijken. Het is wel een heel mooie bal. Ik ga hem nog eens laten zien. Kijk naar zijn middenman. Hier volgt ze wel. Dat was een andere bal. Zo, deze zijn. Nee, hier, ze blijft aan de setter kijken. En ja, complete timing gemist, hè. Complete timing gemist. Er gaat voorvallen, maar dat is niet erg. En hier, hop, bal wordt... Want je ziet, de libero speelt de bal hoog in, gaat zelfs uit het scherm. En dat zijn heel toffe oefeningen. Dus één bal, blind attack, de volgende, mocht je kijken, bijvoorbeeld. Zoiets. En dan de verschillende, ja, voor de setter, achter de setter... ik hier achter de setter twee ballen, ja tuurlijk, ik was al weg naar ene. Hier blijf ik volgen, de fly, mijn linkerarm en diagonaal afgewerkt. Hier nog wat setjes. Ik ga dit nog laten zien van de andere middenman. Dus dat is eigenlijk ook altijd een heel goed idee om de opposites en de middenman zo samen te zetten. Dat je ook de sprong beperkt natuurlijk. Hè. In de midden. Mooi snel ingeslaan die doen we. Heel snel gekomen. Alright. Voilà. We zijn rond. Dus de laatste vragenronde. Christophe, als er vragen zijn. Ja. Er zijn inderdaad veel vragen gekomen, naast één positieve reacties natuurlijk. De vragen over het feit, gaan we mijn boodschappen doen omdat we wat langer bezig zijn, die laten we voor wat het is. Er zijn twee vragen die ik nu met jou ga doornemen en de rest nemen we in het naverwerkingsdocument. Dus de eerste is, het wapenen verschilt dat ook in jouw ogen per soort aanval? Dus bijvoorbeeld, shoot kort ten opzichte van de fly. Ja, ik voor mij echt wel. Ik probeer altijd te letten op de shoot en de kort voor het openen naar de setter, zodat zij een richtpunt hebben om er te spelen en zodat ik ook vol kan aanvallen richting 5 of vol over de schouder of zelfs een beetje met schouderrotatie richting 1. Terwijl voor de fly probeer ik mijn schouders al zo evenwijdig mogelijk. De setter heeft geen richtpunt nodig omdat ja, dat toch achter haar gebeurt. Dus wat ik dan probeer te doen voor de wapening, de schouder evenwijdig. En ja, ik ga hem wel natuurlijk naar achter trekken, maar nooit zo fel als ik probeer bij een kort voor en een steek. En dan bij de fly gaat mijn linkerarm eerder bepalen waar ik ga aanvallen. Maar dat is inderdaad heel, heel persoonlijk natuurlijk. Dat zijn dingen waar ik wel op probeer te letten. De fly gaat altijd meer hier blijven in een evenwijdige lijn. Oké, en dan nog eentje. Dus in de voorbeelden dat je aangeeft bij shoot, vertrekt de speelster altijd met een grote afstand ten opzichte van de setter. Mm-hmm. De vraagsteller die zegt, bij ons wordt er aangeleerd om altijd vanuit kort voor aan te lopen,
om dan in de loop de afstand tot shoot te bekomen. Is dat fout of heeft dat nadelen? Wacht, hè. Dus... Dus in de voorbeelden van jou is het altijd afstand ten opzichte van de setter is groot. Ja, ja. En de vraagsteller zegt, ja, bij ons is het zo dat je vanuit kort voor zogezegd vertrekt om dan in de loop van de afstand tot shoot te komen. Is het dat een foute benadering of niet? Ja, je verliest tijd, hè. Dus je kunt beter al klaar gaan staan op je positie van de shoot, zodat je alleen maar naar voren moet lopen. En, want anders moet je nog, je staat centraal, recht op kort voor, moet je verplaatsen naar links, om dan terug naar voren te gaan. Ja, ik denk dat dat nadelig is qua timing en qua houding. Dat je te veel tijd verliest met te bewegen, in plaats van direct ruimte in te nemen en tijd te winnen en te anticiperen. Ja, oké. Dankjewel. Echt waar. Heel super gedaan. Terwijl je naar de slide gaat, de laatste slide, wil ik u toch bedanken voor de manier waarop je het gebracht hebt. De reacties, maar ik zal ze achteraf met u nog wel doornemen, die zijn enorm positief. Ik heb hier al zeker 3 nieuwe thema's die worden gevraagd of dat je die zou kunnen brengen. Zomaar te zeggen dat iedereen heel positief was. En daarom laat ik enorm graag het laatste woord aan jou, Freya. Dankjewel. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik vond het ook leuk om er zo mee bezig te zijn, want ik denk dat het mij alleen maar heeft geholpen in een idee als coach in opleiding natuurlijk. Maar door er ook zo technisch mee bezig te zijn, werd ik ook doorheen deze maanden voelde ik mij, mijn techniek werd opgefrist, dus ik was daar ook meer mee bezig. En ja, ik vond het gewoon heel leuk, Christophe, om met u samen te werken. Dank u wel voor de begeleiding natuurlijk. En natuurlijk ook bedankt aan Davide Mazzanti en Gabriele Mscouter, maar dat heb ik hen ook al wel gezegd, voor het materiaal. En ook natuurlijk aan Hanne Koenigracht, toch een beetje mijn mentor gedurende mijn trainerscoachingsopleiding en om mij te helpen met het mooie pakket. Maar Christophe, dank u wel voor de mogelijkheid gewoon. En jullie thuis allemaal super bedankt om te luisteren. Excuses dat het zo lang is geduurd. Ja, ik moet wel aan mijn time management werken, denk ik. Maar ik heb een vrije dag vandaag, dus ik heb tijd. De boodschappen zullen jullie helaas zelf moeten doen. Maar heel veel bedankt. En hopelijk misschien dan toch tot op een of andere webinar. En veel succes. Dag.